Welkom bij de allerlaatste uitzending van dit seizoen van Café 1902 TV. En wat voor een uitzending. Wie had dit nou verwacht? En als ik er weer aan denk, Alex Kroes, eigenaar van de club. Wat had jij gedacht? Dit niet. Dit niet. Nou, we zitten met een tafel vol met fantastische gasten. We hebben een zaal, coronaproof, op anderhalve meter allemaal. Er zijn we mensen... kampioen? Niet kampioen. Kampioen net niet. Ja, precies. Promovatie. We zijn live. Geweld. Dit soort dingen kunnen vanavond gebeuren. We maken er een hele feestelijke uitzending van. Maar de man die eigenlijk dat allemaal heeft aangesticht, er zijn er natuurlijk meerdere voor verantwoordelijk. Maar als we even teruggaan naar die wedstrijd van twee dagen geleden. 8 minuten voor tijd, Bas Kuipers. Daar was jij in één keer de ruimteman, de lucht in, met je kop. Het zit in de familie, hè? Ja, blijkbaar wel. Ja. Soms moet je de lucht in gaan, dan komt het allemaal goed. Ja. Kun je hem nog even beschrijven? Ja, weet je, de avond zit vol met clichés. Dat mag ook, hè? Maar die zijn altijd waar. Dus Bas, laat eens horen. Eerlijk gezegd, die vraag werd me ook naar de wedstrijd gesteld. En toen zei ik, ja, ik kan niet zo goed meer herinneren. Ik wist ook niet wie de voorzet gaf. Eerste link kwam met de voorzet. Itzes. Scherp blijven. Ja, scherp blijven. Nee, dus ik heb er niet zo heel veel meer beelden van in mijn hoofd. Maar ik heb ze wel teruggekeken. Maar ja, we hadden de hele week op chipballetjes getraind. die trainingsvormen liepen soms niet helemaal geweldig. Maar nee, geintje. Uiteindelijk, mooie goal. Ja, maar jullie hebben Deventer ongelooflijk blij gemaakt. De hele staf, de eigenaar, de directeur, de documentairemaker die daarnaast zit, de supporters die hier zitten. En natuurlijk Kees van Wonderen. Kees, de allereerste uitzending, dat is ongeveer een jaar geleden. Ik weet niet of wij daarvan een filmpje hebben. Hebben we iets dan? Kunnen we dat gewoon laten zien? Er is geen filmpje wat we in kunnen starten, maar jij zei toen een jaar geleden... ik voel me best verantwoordelijk voor deze club. En het zal nog heel erg moeilijk worden om die na-competitie te halen, die play-offs. Maar die gaan we wel redden. En nu, een promotie. Kees, ik heb jou nog nooit zo uitbundig gezien toen uiteindelijk Dieperink in Doetinchem floot voor het laatste fluitsignaal. En toen was je gepromoveerd. Nee, ja, dat was wel een ontlading natuurlijk, enorm. Dan voel je alles van je afvallen en... de blijdschap waar je het hele jaar voor gevochten hebt met z'n allen. Dat dan in elkaar valt, iets wat we met z'n allen voor onmogelijk hadden gehouden. Dat dan de waarheid wordt. Dus Go Ahead weer terug in de Eredivisie met alle mooie vooruitzichten. Hopelijk met een vol stadion. Ja, dat is natuurlijk prachtig allemaal om dat te beleven met elkaar. Het woord proces. Ik noem het nog maar een keertje. Ja. Daar ben jij toch samen met jouw technische staf verantwoordelijk voor. Eerste helft voor de winterstop. Supporters konden het woord proces niet horen. Nee, ik ga hem ook niet meer zeggen. Ga je ook niet meer zeggen? Nee. Maar dat proces heeft uiteindelijk wel geleid tot deze mooie promotie. En deze onverwachte promotie. André? Ja, zeker. In de kop hadden ze aan wel in de play-offs. Ik denk dat duurt nog wel even. En zo in één keer bam, sta je daar met z'n allen. Het is het gedaan. Dat was het. En nu. Ja. Maar tot aan november was het proces. Reis. Nou, reis. Het was een reis. Ja, maar dat mocht ook wel. Je moet ook ergens naartoe leven. Maar dit was gewoon niet normaal. Kalenderjaar sta je gewoon bovenaan qua punten toch? Of niet? Gewoon super. Echt. Wat een belevenis. Ik probeer even toch met de techniek te kijken of wij een filmpje kunnen instarten. En dat filmpje duurt 22 seconden. Het is natuurlijk allemaal live. 22 seconden. Als hij er is, als hij klaar staat, laat hem maar zien. En ik wil ook heel graag dat deze club het goed gaat en dat we succesvol zijn met z'n allen. Alleen dat de dynamiek van het bouwen van een elftal of het ontstaan van een elftal met de aankopen wel of niet en of dat klikt met elkaar. Dat, wat André zegt, hè, die zegt dan van nou, laat het maar op het laatst gebeuren. Dat zou kunnen, hè, omdat dat je dan met elkaar toewerkt en dat het in één keer in elkaar valt. Ja, kijk, en dat is natuurlijk mooi, want dat zei jij, André. Jij zei, ja, het zou heel mooi zijn, hè? Dat klopt, hè? Jij zei op een gegeven moment vorig jaar, het zou heel mooi zijn als het aan het einde bij elkaar komt. En dat heeft Kees herhaald. Ja, dat zou inderdaad mooi zijn, want dan...
dan heb je een ploeg gesmeed, want daar ging het eigenlijk om. Kun jij je die woorden nog herinneren, dat jij dat zei? Ja, volgens mij, ik zei van, dus, we zijn tevreden met de vijfde plek en vanaf daar zien we het verder. Gaan de play-offs in en ben je er klaar voor, ben je er klaar voor, maar dit ging wel heel erg snel, vind ik. Echt. Je wordt gewoon geleefd, dat is gewoon niet normaal. En het elftal is gewoon goed, dat is gewoon niet normaal. Echt. In begin daar te weinig goals, verdedigen, maar je geeft ook weinig weg, dus wat maakt het uit. Ja. De punten komen vanzelf, nou, die kwamen ook. André, je zit hier alsof je het nog niet wil geloven. Ja, dat wel. Ja. Het is wel heel wat. En nu bij elkaar zo met z'n allen, dit is gewoon fantastisch. Super. Ja, klas. Ja, ja. Hou ervan. Het is Jeroen. Einde van de wedstrijd. De schaal die moet omhoog. En jij schuift een medespeler naar voren. Mm-hmm. En dan ben jij een groot voetballer als je dat doet. Ja, dat mag jij zeggen. Dat doe ik niet. Maar voor mij was het een logische beslissing. En die had ik twee dagen daarvoor voor mezelf besloten. Ik heb Luc Brouwers op de hoogte gesteld na de wedstrijd. Sam Beukema op de hoogte gesteld. En die waren het ermee eens. Natuurlijk. Dus dan doe je dat. Ja. We gaan nog even naar een film kijken. Om zo terug bij jou. Want er zijn mensen, jij zei de vijfde plek. We hebben het hele seizoen een beetje gehad. We voelden natuurlijk ergens al aan van het loopt best goed met Go Ahead Eagles. Zeker na de winterstop. Record na record werd gehaald. We gaan even kijken naar een filmpje van, ik geloof een maand of twee geleden. Richard Akkerstaf zat toen ook in de uitzending. We zaten toen bij Mimic in een hele mooie setting. Start er maar in. Waar gaan we heen qua eindrennen? Ach, tuurlijk. Hij heeft de brink al schoongeveegd. Ik heb gezegd top 5. Top 5, ja? Betekent in ieder geval play-offs, hè? Lekker ambitieus. In ieder geval play-offs. Richard! Top 5, maar het gewoon tweede plek. Tweede plek. Ja. Je bent heel, heel optimistisch. Oh, mooi, met mooi. De laatste tijd toch? Ja, dat hou ik eigenlijk ook wel van. Gewoon wat spelers die erbij zijn gekomen. Ook Mulenga. Niet dat hij dat een topspeler is waarschijnlijk. Maar die kan wel, volgens mij, kijkt de groep daar wel naar. En die zit een beetje aan een aanjager. En die zat gewoon nog goed voor de... Fantastisch. Stefan. Tweede plek. Tweede plek ook. Achter zijn. Een ferme uitspraak, Peter Brek. Geweldig. Toen, hè? Ja, fantastisch. Ja, en dat was gewoon heel leuk. Richard, jij zit hier, hè? Wat een kennis. Even toch een applaus voor Richard en Stefan. Denken wij dat we verstand van hebben. Want, ja, weet je. Het is zo, die jongens die zijn voor gek verklaard tweede. Ach, dat kan helemaal niet. En dat was nog redelijk vroeg in het seizoen, Richard. Ja, echt heel mooi. Ik heb Jan-Willem van Dop bijvoorbeeld zien staan. Je stond samen overigens met Alex, maar je stond echt met de handen voor je gezicht zo. En wat ging er nou door jou heen, Jan-Willem van Dop? Oh, alsjeblieft geen Eredivisie, laten we gelukkig. Nee, zeker niet. Nee, ongeloof. En als je dan kijkt naar de laatste wedstrijden van de Graafschap, die het zo vaak geflikt hadden om in de laatste minuut uiteindelijk nog precies. Die drie punten te halen. Ik denk, jongens, dat zal toch echt niet gaan gebeuren. En dat gevoel, dat heeft wel bij mij echt tot het laatste moment. En dan zit er ook nog eens een keer een vertraging in die... Hè, echt heel erg mooi van Excelsior. Die gelijk zeiden, jongens, zullen we de wedstrijd op het scherm zetten? En we hebben niet alleen samen gekeken. We hebben ook nog met spelers van Excelsior. Die hadden hun eigen afscheid, maar die kwamen ook het veld op. Dus er is alles aan gedaan om het ons makkelijk te maken. Ja, en er zit er ook nog eens een keer een vertraging van een seconde of 10... vanuit beeld met werkelijkheid. Dus we zaten naar iets te kijken wat al gebeurd was. Ja. Dus ja, dat was heel apart. Ja, een beetje surrealistisch. Want één iemand op het veld zei... Het is klaar, het is klaar. Iedereen zo om te kijken, is het echt klaar? En toen ontplofte het. Het kwartje viel gewoon een keer de goede kant op. Normaal hebben we altijd dat pech, wees eerlijk. Net wat dat Jan-Willem zegt. En nu hebben we gewoon... Nou valt het deze kant op. Ja, super. Dat Van Waalwijk, dat is nu klaar. Daarom. We kunnen het opnieuw gaan beleven. Ja, zo is het. Ja, als ik dan toch nog even naar de technische staf mag gaan, Paul Simonis, als ik jou dan de vraag mag stellen. Zag jij het aankomen? Oei. Afgelopen woensdag? Nou, wij hadden tegen elkaar gezegd van laten we gewoon ons focussen op hetgeen waar wij invloed op hebben. Dus op de wedstrijd tegen Excelsior. Ja, en dan kijken we wel. Dan openen we daarna gelijk ons telefoon en dan zien we de uitslag. Alleen ja, doordat... die wedstrijd in Doetinchem zwaar vertraagd was. Pakte dat heel anders uit. En ik weet nog wel dat Excelsior zette het beeld aan in de 38e minuut, dat ze net waren hervat na de regen. Ja, en toen
toen had volgens mij de Graafschap iets van 4 kansen in 8 minuten. Ja, bal op de paal. Een keer op de paal. En ja, toen hadden wij allemaal zoiets van ja, we gaan ons gewoon opmaken voor de play-offs. Ja, en toen, ja, maar goed, het bleef maar duren. Ja. Dus toen op een gegeven moment denk je van, het zal toch niet? Ja. Ja. Maar het is wel een dik compliment ook voor Helmond Sport, hè, hoe zij zich hebben geweerd in Doetinchem. Met alles wat ze hebben geprobeerd om resultaat te halen. Ja. Dus ik stelde al voor aan Alex, eigenlijk moeten wij Helmond uitnodigen in de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Om ze hier een wedstrijd tegen elkaar te laten spelen, gewoon als blijk van waardering van... Kunnen ze meteen de auto laten wassen? Dan krijgen ze gelijk een schone auto en... stroopwafels? De auto vol met stroopwafels. En dan kan het publiek ook hun dankbaarheid aan Helmond Sport laten blijken. Ja. Dat zou mooi zijn en dat is een cirkel een beetje rond. Ja, Seuntjes denk ik precies wel als jou. Was ja, die klaar, was klaar. Ja. Mooi, die vond het schitterend. Is dat een mooi voorstel wat Kees doet? Wat mij betreft zeer zeker. Ja, ja. Nou, dan gaan we dat toch regelen. Daar heb je 2 partijen voor nodig, toch? Dat snap ik, maar ik denk dat Helmond wel wil. Denk je niet? Nou, je hebt ze in ieder geval een beetje getriggerd, denk ik, met die aanmoedigingspremie, lijkt me zo, hè? Voor Helmond Sport. Kijk, daar gaan we weer beginnen. Nee, ik begreep iemand uit Eefde die ook bekend is in Helmond, die gaat shoppen met zijn meisje, dus dat heb je ook. Oh nee, dan heb je wat ik niet weet. Dat is iets wat jij nee, weet? Nee. Oké. Dat wordt dan een vraagstelling, of een rebus misschien wel. Ja, maar ja. Ik moet ook zeggen dat Excelsior heeft het ons ook heel lastig gemaakt en ook met alles wat ze hadden absoluut geprobeerd om ons van de resultaat te halen. Dus, en zo hoort het ook te zijn. Hè, in, sportief verplicht. Ja. Ja, sportief verplicht. Dat maakt dan smaakt de overwinning nog zoeter ook nog. Ja, zeker als je hem uit het vuur haalt zoals wij hebben gedaan. Dus echt moeizaam ook. Waarbij de eerste helft best wel makkelijk ging, vond ik. We creëerden een hoop kansen, we kwamen makkelijk door. Alleen de tweede helft, dan zie je gewoon van de kant dat we wat nerveuzer worden. Fouten gaan maken, niet in ons eigen doen zijn. Ja, en dan ga je wel... Toen werd ik onrustig, want toen dacht ik van... Nou, zo gaan wij niet een goal maken, zeg maar, als het zo onrustig is. Ja. Maar ja, dan valt hij uiteindelijk toch en dan is de blijdschap des te groot. Ja, echt fantastisch. Fantastisch. Dat is een mooie samenvatting. Maar we hebben 2 uur, maar we hebben vaste programma-onderdelen. En dan kunnen we daarna gewoon als een soort café met elkaar rustig doorpraten. We hebben het hele seizoen door een rebus gehad en heel veel spelers kwamen langs. We gaan nu even kijken naar de uitslag van de rebus van de afgelopen week. Goedenavond lieve kijkbuiskippetjes en welkom bij de rebus van Café 1902 TV. En dan gaan we nu gelijk door naar de aflossing van vorige week. Foto 1, een Amerikaanse bus, genoemd een fan. Foto 2 ziet u de hoeven. Dat maakt de oplossing van hoeven. En de winnares is Loes Hondeling. Van harte gefeliciteerd. De redactie neemt contact met jou op voor je thuis. En ja, lieve mensen, dit keer geen nieuwe rebus, want we zijn echt aangekomen aan de allerlaatste uitzending van dit seizoen. De redactie bedankt alle kijkers en tot in de ere. Doei doei. Onderling gefeliciteerd. Je hebt het gehoord, hè? De redactie neemt contact met je op. Erik, jij zit hier altijd om ons het laatste nieuws te brengen. Overigens maakten we net de opmerking, en dat zult u thuis ook wel gehoord hebben. Hiernaast is een feestje aan de gang. En we zitten hier eigenlijk in de café. Café 1902 TV. Ja, je zou het niet zeggen. Volgens mij mag het publiek best wat van zich laten horen onder het programma door, hoor. Dat mag best, geen enkel probleem. Want we moeten hierna toch een leuke feestelijke uitzending maken. En Goed Eagles is gepromoveerd, maar we hebben ook nog nieuws. Laat maar horen, Erik. Ja, Goed Eagles is gepromoveerd. Voor de 5e keer overigens in het bestaan van de betaalde voetbal. De eerste keer was in 1963 onder dokter Fantisek Vadronch. Succescoach hier. En Goed Eagles bleef tot zelfs 1987 in de Eredivisie destijds. En toen ging het eigenlijk wel minder. Dan werd het instabiel eigenlijk in Deventer. In 92 promotie onder Versleijen destijds. Maar in 96 alweer terug naar de Eredivisie. In 2013 onder Ten Hag gepromoveerd.
Maar eigenlijk, Fouke Boy was toen aan het bewind. Die heeft daar één jaartje van kunnen profiteren. En daarna ja, was het ook weer minder. Dus twee jaartjes maar. En het werd zelfs onder Hans de Koning, toen er in 2016 gepromoveerd werd. Het was hem maar één jaartje. Dus ik ben benieuwd straks Alex Kroeszak eens vragen wat hij eraan gaat doen. Dat het niet één of twee jaartjes is, maar structureel voor een langere periode. Komen we op terug. De cijfers even. 38 wedstrijden lang speelden we in de eerste divisie. 23 won Go Ahead Eagles dan. 8 gelijk en slechts 7 verloren. Hè? 3 minder verloren dan Cambuur, de kampioen uiteindelijk. Niet vergeten. Dat toch 15 punten voorsprong hield op zijn achtervolgers. 62 goals gemaakt in 38 wedstrijden. Dat is echt wel bizar. Want Excelsior bijvoorbeeld, tegenstander van afgelopen woensdag, 9e plek op de ranglijst, had nog meer goals gemaakt voor gescoord dan Go Ahead Eagles. Dus het lag hem hoofdzakelijk in de defensie. Go Ahead Eagles kreeg slechts, even goed denken, 25 goals zijn. Ja, 25 goals tegen. Dat is gemiddeld 0,66 per wedstrijd. Heel knap. Zelfs Cambuur, de kampioen, incasseerde meer treffers. Die kregen er 36 om de oren in 38 wedstrijden. Dus bijna 1 per wedstrijd. Die defensie van Go Ahead Eagles, daar zeg ik defensie bij, had 25 clean sheets gehaald. En Jay Gorter, de keeper van Go Ahead Eagles, onze doelman, die is daarmee minst gepasseerde doelman van de wereld geworden. Dus dat is ook al een... Het is dus record op record voor de ploeg van Kees van Wonderen. Woudenstein, daar gebeurde het afgelopen woensdag wel een beetje een vreemde ambiance. Voor Wout Drosten, grappig genoeg, de tweede keer dat hij daar promoveerde. Maar ik weet ook nog, en daar hadden ze het in Rotterdam zelf over, dat ze de competitie in 2007 bespraken. Want toen kwam AZ op bezoek, zou voor het eerst kampioen worden weer sinds 1981. Maar verloren daar met 3-2 van Excelsior, verrassend, waardoor in die krankzinnige zondagmiddag PSV uiteindelijk kampioen werd. Ja, goed. Mooie dingen. We zijn er hartstikke blij mee. Richting komend seizoen. Seizoenkaarten worden al stevig verkocht. Op 2 mei, kan ik me herinneren, stond de teller op 4700 verkochte seizoenskaarten. Afgelopen donderdag gingen de lijnen weer open. En uiteindelijk zijn er 1300 op één dag verkocht. En zitten we dus nu op zo'n 6000 seizoenkaarthouders. We gaan dus richting het record van 7025, want dat was het laatste record wat seizoenkaarten betreft. En dat komt omdat je nog verlengen kan tot en met 1 juni. Dat wordt gebroken, Erik. Dat record wordt gebroken. Het is een recordjaar. Je kunt niet te ver gaan, je moet namelijk ook plekjes vrijhouden. Nee, voor zonder publiek. Ongelooflijk, maar dat tekent ook het Go Ahead Eagles publiek. Hè? Ja, precies, dat is puur voetbal. Ja. Is puur allemaal voetbal. Heel veel full support, dat is fantastisch. We hebben zelfs ondertussen 3 seizoenskaarthouders in Luton in Engeland. 2 uit Merksem uit Antwerpen die full support meegaan. Prachtig is dat. Laatste nieuwsfeitje is dat Harmen Cuperus gaf al aan, de keeperstrainer, dat hij zou vertrekken. Was wel ongelukkig hier en vandaag werd bekend dat Fortuna Sittard zijn nieuwe werkgever is. En ik voel dat er nog wat nieuws aan zit te komen, maar dat gaan we straks aan Paul vragen. Gaan we zeker doen. In de zaal. Gaan we zeker doen. Ik wil even naar Eus. Eus, bekend van de radio en televisie. Ja. Gisteren heb ik hier nog gezien van op het Lagerhuis in de jury. Ja. Maar ja, je stond ook op het veld en je werd bedolven door spelers na afloop. Ik stond tactisch niet goed opgesteld, moet ik zeggen. Want heel veel mensen denken dat ik daar als supporter stond, maar ik stond er vooral als documentairemaker. Dus ik zei tegen Wouter, de perschef, van we moeten dit toch op een goede manier registreren. Dus camera's op de juiste plek, ik op de juiste plek. Alleen, ja, we werden bedolven onder de spelers, dus ik ben benieuwd wat voor beelden daaruit gaan komen. Kan alleen maar mooi worden, toch? Ja, voor ons was het wat minder mooi als televisiemaker, maar als supporter was het heel mooi. Ja. Maar hoe mooi is dat inderdaad, Eus? Je verwacht dit eigenlijk niet dat dit gaat gebeuren. Je ging om een documentaire te maken. Ja, en je weet hoe het ook kan eindigen. We maken nu voor de derde keer een documentaire. Ik zei net tegen Alex, wat het beter aan Disney kunnen verkopen, de documentaire. Want met zo'n einde, dat bedenk je gewoon niet van tevoren. Wat een script. En eigenlijk vanaf het moment dat wij erbij zijn gekomen, niet dat het aan ons ligt, heeft de ploeg niet verloren. Hebben ze alles gewonnen met 5-1, met 3-0, weet ik veel wat. Ja. Dus we hebben alleen maar goede resultaten meegekregen. En het was heel bijzonder dat Kees ons toestemming gaf om in de kleedkamer ook te rijden. Ja, dat vond ik ook heel bijzonder, ja. Nou ja, hij stelt zich wel kwetsbaar op daarmee, dus
was voor ons goud als maakte. Ja, een leuke toevoeging is wel, vanaf het moment dat Eus bij ons erbij kwam, hebben we eigenlijk alle wedstrijden gewonnen. Ja. Dus de laatste wedstrijd voordat we naar Excelsior gingen, toen zei hij, ik heb niet zo'n leuke mededeling, want ik ben de woensdag niet, ik moet een lezing geven in Amsterdam. Dus dat belooft niet veel goeds voor woensdag. Nou, opgelost. Dus vanuit Eus had de lezing gegeven in Amsterdam en hij is in snelle spoed naar Rotterdam gereden. En hij zat, was 8 seconden in het stadion en toen kopte Bas de winnende goal binnen. Dus dat is, kan bijna geen toekomst zijn. Het is echt allemaal geregisseerd. Het klopt ook nog, we hebben het op beeld. Ja, ik liep het stadion in en hij kopte hem zo in één keer in. Ja, het was echt bizar toeval was dat, ja. Nee, het was wel heel bijzonder. Op een gegeven moment hing er zelfs een foto van mij in de gang tussen alle andere spelers. ja, het was niet alleen mij bij geloof, zeg maar. Dat was ook Vandaar dat je dit shirt aan hebt. Ja, nou, dat was meer dat ik gisteren op de Brink werd bedreigd van je moet wel in dit shirt hierheen komen. Anders, dat mag niet. Door mannen en vrouwen trouwens. Oh. Maar ja. Bij, af en toe hoor je wat muziek hiernaast, maar de spelers die lopen nu zo'n beetje in polonaise, hè? Dan weet je dat. Mag ik Eus wat vragen of niet? Ja, van mij mag het thuis horen jullie muziek, dat kan helemaal kloppen, want het is echt een feestje hier. De spelers nemen afscheid, die hebben een vervroegde vakantie. De reden kennen jullie. We gaan even naar het veld. We gaan naar Sjors Brugge. Die staat op het veld, onder andere met Ties Oplaat. Goedenavond, live vanaf het veld. Sta ik hier met wel eigenlijk twee geluksvogels, want zeker weten. Ik sta naast Donna en ik sta naast Ties. Volgens mij zijn jullie ongeveer de meest gelukkige mensen op aarde, want jullie hebben zowat elke thuiswedstrijd kunnen zien. Ja, zeker weten, dat klopt. Elke thuiswedstrijd. Ja. Kijk eens aan. Donna, vertel eens even, wat doe jij tijdens de thuiswedstrijden hier? Wat doe ik eigenlijk niet? Ik doe best wel heel veel. Nee, ik natuurlijk opletten op de wedstrijd, ballen schoonhouden, ballen weer terug op de plek leggen. Zulke dingen. Zorg dat dat spel gewoon goed doorgaat. Kijk eens aan, heel goed. Ties, waar sta jij als ballenjongen in het stadion? Ja, ik zit voor vak 19 en op de grens met het uitvak. Dus, ja, normaal gesproken is dat nog wel, dat gebeurt nog wel het een en ander achter je op de tribune. Vak 19 en het uitvak, zoals je zei. Ja. Ja, het is nu gewoon niemand. Hoe beleef jij nu die wedstrijden? Ja, ik beleef ze een beetje op mijn eigen manier. Ik ben bloedfanatiek. Maar ja, als je supporters achter je hebt staan, dan ben je nog wat fanatieker en kun je het samen vieren. Nou ja, nu moet je het alleen vieren eigenlijk. En heb je wel eens in een wedstrijdje dat je een keer per ongeluk de bal de verkeerde kant op gooide? Of dat je zegt van joh, 5 minuten op de klok, balletje gooi ik even de verkeerde kant op, een beetje tijd rekken? Nou, soms met Gorten wel dat ik naar hem toe loop en dan geef, maar ja. Dan geeft hij jou instructies over mee dat je zegt van joh, rust eraan of balletje weg? Of... Ja, want tegen vorige thuiswedstrijd was tegen. Wie was het ook alweer? NEC? Ja, NEC inderdaad. Toen ook de laatste minuut een beetje vroeg hij hoeveel het stond, dus ik hield het in de gaten voor hem. Dus. Ja, dat is een mooie interactie met de spelers. Ja. Donna, echt de Dave ertussen? Ja, zeker weten. Hè? Ik denk dat heel veel mensen echt wel jaloers op jou zijn, ja, dat jij gewoon het stadion in mag. Ja, dat klopt, dat is zeker waar. Ja, en hoe gaat dat? Wat zeg je dan tegen hun van ja, ik mag het wel, maar volgens mij zijn er veel meer ballenjongens. Ja, door het hele jaar heen, maar volgens mij zijn jullie wel een van de uitverkorenen die elke wedstrijd mochten... Ja, zeker weten. Wij staan nu als een vast team inderdaad. En ik hoor heel veel van, wil je niet eens een keer ruilen, mag ik een keertje mee? En ik had het liefste gewild natuurlijk, maar dat kan nu gewoon niet. Ja, precies. Het is geweldig. Ja, super mooi om te horen. Ties, jij bent geen Deventernaar. Nee. Jij komt uit Vorden. Ja. En volgens mij is Vorden net over de grens richting de Achterhoek. We zitten in de Achterhoek, dus het is voor ons eigenlijk graafschapgebied. Maar hoe mooi is het om voor die Eagles te zijn in de Achterhoek? Volgens mij heb jij gisteren de hele avond of de hele dag met je fiets en je Eagles shirt aan rondgereden door de straten? Of, De vlag ging in ieder geval uit. Kijk, dat zijn de echte. Ja, helemaal als ze het hele seizoen zeggen, ja, graafschap promoveert. En uiteindelijk promoveren wij. Nou ja, ik ben de gelukkigste in Vorden nu. En hoe reageren de echte graafschapporters naar jou toe? Nou, die feliciteren me wel netjes, maar en ook veel excuses voor van alles, maar ja, geen excuses, want wij zijn in de Eredivisie en hun nog niet. Hoe komt het dat jij uit Vorden bent, maar je bent voor Go Ahead in plaats van de Graafschap? Hoe komt dat? Dat komt door mijn eigen familie, die zijn allemaal hebben een Eagles hart, allemaal seizoenkaart. Ja, zo gaat dat maar door, van generatie tot generatie. Nou, we staan nu op het heilige gras. De zon die schijnt, nou, die schijnt niet voor niks. Volgend jaar is het een bal geven aan Onana en aan Pasveer, noem alle keepers maar op, van de Eredivisie. Hoe kijken jullie daar naar uit?
ja, spannend. Vind ik wel spannend. Toch wel. Ja, weet je, het zijn toch wel mensen waar je tegenop kijkt natuurlijk. Ja. Ik heb dat nu ook gewoon met deze jongens die er nu staan. Het is toch altijd wel, ja, dat is altijd even slikken. Als je dan ziet dat iemand van, weet ik veel, Feyenoord of Ajax natuurlijk erop komt, dan is het wel even andere koek. Ja, goed om te horen. Volgend jaar zijn jullie er ook weer bij. Ik hoop dat ik er volgend jaar ook weer bij ben, in mijn vaste vak. Mooi moment om terug te gaan naar de studio. Ja, dankjewel Sjors vanaf het veld. Ik ga nog even naar Jood. We hebben jou nog nooit een vraag gesteld hier aan tafel. Dit is de eerste keer dat je hier zit, volgens mij. Ja. Ben jij de stille kracht van de technische staf? Stille kracht? Stil? Hij is niet stil. Als je zit, is het de stille kracht? Ja, nu wel, ja. Nee, maar Schijnbedriegt. Dat komt omdat je me nog niks hebt gevraagd. Maar, diepe water. Nee. Ik zal mezelf, ik ben een kracht, maar geen stille kracht. Nee. Hoe beschrijf je jezelf? Nou ja, in ieder geval het tegenovergestelde van stil. Maar ik wou nog even terugkomen op wat je als eerste zei net tegen Jeroen. Het ging natuurlijk over Mitchell Michaelis, ja. Die de beker omhoog mocht tillen. Kijk, je zei dan ben je een grote speler, maar volgens mij ben je dan een groot mens. We zijn er heel snel aan voorbij gegaan volgens mij aan wat voor impact het allemaal op ons heeft gehad. En vooral op Mitchell en zijn vrouw en die hele week of die hele periode. En zeker als je zelf kinderen hebt, dan gaat dat je door merg en been. Dus dan ben je een heel groot mens. En niet alleen Jeroen, maar eigenlijk ook al die jongens die dat instant gelijk begrepen. Tuurlijk, vanzelfsprekend. Maar ook voor hem, hè. Ik bedoel, zijn profcarrière is normaal gesproken voorbij. Althans, daar koerst hij op af. Hij gaat naar de amateurs. En dat hij dan dit mag meemaken en heeft moeten meemaken eerder in het seizoen, wat op zich heel triest is en eigenlijk niet te omvatten is, dat vind ik echt heel bijzonder. En het ging mij allemaal heel snel en ineens zag ik het in mijn ooghoek en ja, eigenlijk, ja, toen hield ik het eigenlijk bijna ook niet meer. Dus. Heeft dat de ploeg sterker gemaakt, dat er zoiets gebeurt, onderling? Of sterker, of ja, ja. Samenhorigheid, ik weet het niet. Nou, hij zegt zelf van wel, ik heb hem gisteren nog even gesproken, wat jullie gedaan hebben. Jij hebt volgens mij ook tegen hem gezegd dat jullie meer wendbaar, sterker zijn geworden als collectief. Het is niet te meten, we hebben het net al gehad. Trainer of Paul zei ook van momenten in een seizoen wat je echt sterker maakt. Ja, ik persoonlijk kan er niet één uitpikken. Maar als ik dan aan eentje moet denken, dan is het aan de situatie van Mitchell. Wat je natuurlijk niemand gunt. Ik was liever vijfde geworden en dat niet was gebeurd. Maar dat heeft ons wel ontzettend wat gedaan in ieder geval. Ja. En het kan twee kanten op gaan, maar bij ons is het wel echt de goede kant op gegaan. Waar we het over de feestje in hebben. Ik wist niet dat Berden kon zingen. Hij heeft een microfoon in de hand. Beuk hem maar voor. Heel hard staat open voor jou. Bang voor dat dit zou gebeuren. Heel mooi. Maar Jeroen, dit is even omschakelen weer. Sorry, wat zei je? Want je was net met een heel serieus verhaal bezig. Ja. Wil je hem even afmaken? Want we hebben het mooie is om een koppeling te maken dat Mitchell Michaelis, waar we net over hadden, die zit daar nu dus ook tussen. En die heeft ook waarschijnlijk een borreltje te veel op. Dus dat is typerend voor ons elftal. Ja. Ja. De ups en de downs, want dat zie je hier nu net gewoon gebeuren. Ja. Een serieus verhaal over een speler. Ik ben heel blij dat jij erover bent begonnen. En dat jij dat nog even aanhaalt. En tegelijkertijd is de feest. Het leven is ook dubbel, toch? En dat is het, ja, dat zeg je, André. Ja. Ja. Nou, wat ik eigenlijk ermee wil zeggen is dat je beseft het niet, maar het jaar is en voorbij gevlogen. En er is ontzettend veel gebeurd, hè? Buiten het voetballen. Kijk, wij konden lekker naar ons werk.
Maar er is natuurlijk nog wel veel meer in de wereld dan alleen met alle respect. Hè? Dus, en wij hebben ook van heel dicht meegemaakt wat corona kan doen. Lichamelijk, gezondheid, maar ook maatschappelijk, financieel, et cetera. En dan dit kwam er nog eens een keer overheen, alsof dat niet genoeg was. Nou ja, dan denk ik dat we dit seizoen wel alles, maar dan ook alles met elkaar hebben meegemaakt. Van heel slecht en heel treurig naar, nou ja, dit waarom we nu hier zitten. Dus ja. Maar ik denk dat dat het ook zegt, dat voor- en tegenspoed heel dicht bij elkaar ligt. En dat het heel fragiel is dat het zo anders kan zijn. Ja. Dat is in meerdere opzichten ook dit jaar gebleken. Was het ook een emotionele rollercoaster waar jullie ook als ploeg in terecht zijn gekomen? Want dat beluister ik ook een beetje. Nou, ik heb het met meerdere malen met Dennis Aansen wel over gehad. Als je een boek had geschreven of zou schrijven over dit jaar met alles wat er gebeurd is, dat is... Dan kan je een hoop opschrijven, zeg maar. Het is, trilogie. Van, ja, van highs naar lows en weer terug en heen en weer. En ja, bizar. Met een geweldige ontknoping natuurlijk. Dat voor jou is het eerste jaar. En jullie, maar is dit dan heel anders geweest dan al die andere jaren, zeg maar? Of is elk seizoen eigenlijk wel zo'n rollercoaster? Nee, wat ik zeg, weet je. Is het wel uitzonderlijk? De wereld heeft stilgestaan. Hè? Kijk, wij hebben het niet door. Wij gaan voetballen, wij gaan trainen en we zitten wel in die bubbel. Maar er is zoveel meer gebeurd dit jaar. Dus ik praat even in general. Ja. En het is ook bij ons in de kleedkamer en op de werkvloer, bottom line, hebben we dat allemaal gevoeld. En zo gaat dat. Dit heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Weet je, ik bedoel, dus en dit is misschien wel zeg maar gewoon het leven in een notendop. Zo kan het dus, wat jij zegt, zo kan het dus gaan. En nu vieren we met z'n allen feest en is iedereen blij, maar... We zitten hier ook om terug te blikken. Nou, en dat hoeft dan niet alleen maar te gaan over de dingen die mooi waren en goed gingen, maar misschien ook over. Ja, belangrijk. Ja, weet je, de dingen die. Eigenlijk zeg jij, is het de menselijke maat die ja, je inbrengt? Volgens mij wel. Ja. Maar ik denk dat daarom ook juist de pijn en het verdriet en de teleurstelling van RKC 2 jaar geleden, dat gevoel te hebben, dat maakt het dat dit juist extra mooi en warm. En zoet aanvoelt. Omdat je mag dat er anders stilstaan bij dat soort dingen, maar dat is wel goed. Bij deze. Super. Nu weer. Klasse. Ja, ik vind het mooi dat je daarover begint. Ik denk dat de hele staf dit deelt. Ja. Ja. Nou, zo'n stille kracht ben ik niet, dat heb je nou wel begrepen. Nee, zeker niet. We hebben het ook mooi om jou te leren kennen, want een paar maanden geleden is jullie contract verlengd. Dus de technische staf blijft bij elkaar. Hoe mooi is dat? En je promoveert en je blijft als technische staf bij elkaar. Je kent elkaar goed. Ter zelf plus trainer of? Zeg je? Plus trainer. Ja, is dat definitief, Kees? Je bent volgend jaar gewoon bij ons? Ja. Ja, ik heb een contract voor 2 jaar getekend. Dus, ik kan me voorstellen dat je aardig in de kijker hebt gezet. Op belangstelling van buitenaf. Dus ik hoorde al ergens geruchten naar Tilburg. Oh, ik dacht dat jij van Zwolle, maar... Kees, heeft left the building. Hij wil vol stadion meemaken. Je bent beter, Kees, maar... ja. Zeker. Jij bent absoluut van zins om te blijven? Ja, ik ben van zins om te blijven. En welke reden zou ik hebben om dat niet te zijn? Ik denk dat we... Ja, we gaan naar de Eredivisie. We maken een geweldige sprong door. De staf blijft intact. Ik denk dat we geweldig samenwerken. Vooruitzichten zijn mooi. Inderdaad, ook het verlangen en enorme nieuwsgierigheid om hier voor een vol stadion de thuiswedstrijden op Eredivisie-niveau te gaan spelen. Ja, dat zijn dingen waar je naar uitkijkt. Ja. Dus je blijft? Mooi. Dus ik blijf, ja. Zeker. Niet zoals wat we vroeger hebben gehad, je blijft. In het leven en in het voetbal kan je nooit... Nee, dat hebben we meegemaakt. Maar, nee. Maar een woord kan het stadion meemaken. Een woord kan ook wel wezen. Als je zegt, hou mijn woord en jou je woord. Zelfs dat is niet genoeg. Woord is woord, hoor. Ja, Kees. Nou, zelfs snap als Barcelona komt, maar... Precies, nou ja, dat... Dat is wat anders, maar... Die jongens nog doen we die. Dit door tegen, man. Nee. Je weet wat voor... Maar de staf blijft. Alex, hoe is met de selectie van volgend jaar? Want ja, je moet nu anders gaan denken nu het Eredivisie is. Nou, je hebt een Zweedse spits aangetrokken. Was dat met oog op Eredivisie of Eerste Divisie? Nee, ja, de realiteit is, we dachten allemaal dat we volgend jaar in de Eerste Divisie zouden spelen. Fair. En dat was ook de grootste kans. Dus wij hebben veelvuldig met elkaar gesproken. Kees, Paul Simonis, Paul Bosveld en ik. Over nou ja, welke paden we zouden moeten gaan bewandelen in deze. Lastig, ja. En we hebben uiteindelijk gezegd, van, nou, laten we nou zorgen dat we nog niet te overhaast allerlei dingen gaan doen. Want
we weten niet waar, alles maar een klein percentage kans dat we zouden promoveren. Maar dat we wel dachten van, nou ja, misschien een enkeling die erbij zou kunnen komen. Dat je zegt, nou, die kan zowel een rol van betekenis spelen op eredivisieniveau als op eerste divisieniveau. En nou, daar stevenen we wel op af. En nu we weten dat we eredivisieniveau gaan spelen, is het voor ons een goede aanleiding om aanstaande maandag met z'n vieren weer te gaan zitten. En eens te kijken of we echte spijkers met koppen kunnen slaan en bepaalde beslissingen kunnen nemen. Wat zeg je? Nee, ik verstond je echt niet. Je mag die zweet weer terug, of heb je dit? Nee, maar dat zou ik. Nee, joh, die zweet is uitvoerig bekeken. Daar is een heel goed gevoel bij. En wij denken dat die zweet ook op eredivisieniveau een rol van betekenis kan spelen. Nee, maar zoals we dat bij meer. Kijk, het grappige is, op het moment dat je promoveert, roept iedereen, die selectie is niet goed genoeg, dan moeten wel 20 nieuwe spelers, daar hoor ik heel veel om me heen. Er zijn alle mensen die daar een mening over hebben. En dan zeg ik steeds tegen al die mensen, joh, rustig aan. De verschillen tussen Eredivisie en Eerste Divisie zijn best wel aanwezig. Maar laten we het ook niet overdrijven. En dezelfde manier van praten hebben wij binnen de staf. Om op dat vlak hele rustige beslissingen te nemen. En aanstaande maandag gaan we daar weer mee verder. We hebben net al een uurtje met elkaar gezeten. Ja, het beleid... We hebben absoluut bij stilgestaan. Alleen nog eens in kansberekeningstechnisch zeg je, 80% kans zouden wij in de Eerste Divisie spelen. Gevoelsmatig zouden we volgend seizoen vanaf minuut 1 meespelen om de plaatsen. De staf was compleet, we hebben redelijk de ploeg al op orde en dat gaan in principe nog sowieso 15 spelers gaan nog door van de huidige selectie. Dus en de rest kunnen we nog een aantal beslissingen overnemen. Dus we zouden heel anders starten dan we dit seizoen zijn gestart. En als je dit seizoen op een andere manier was gestart, dan hadden we misschien dit gesprek al een maand geleden gevoerd. Ja, precies. Ja. Maar ik neem aan dat de laatste maanden aan gedachten. Hoe anders liep. Ja, nee, maar in de realiteit was het nog steeds maar 20% kans. Want, ja, natuurlijk. Zag je dat zo? Ja, natuurlijk. Ja, maar kijk, je moet het zo zien. Als jij nu je geld moet zetten op de partij of de club die nu zeg maar vanuit de play-offs naar de Eredivisie gaat. Kun je dat niet zeggen van de nummer 3? Ik las in de media dat Erik ten Hag in dat seizoen dat wij promoveerden zoveel jaar geleden, waren ze ook niet tweede of derde, waren ze zevende of iets dergelijks. Ja, klopt. En daarvoor was het een keer met Go Ahead in de tijd van Paul Bosveld, werden ze elfde. En toen promoveerden ze naar de eerste. Dus je kan niet in de play-offs, begin je allemaal op nul. Dat klopt wat je zegt, maar wij speelden. Nee, wij speelden, we waren de beste van 2021. Maar sterker nog, denk ik, als wij als de Graafschap, zeg maar 10 minuten voor tijd, die 1-0 had gemaakt, wat heel goed gekund had, denk ik dat onze kansen in de play-offs waren heel klein geweest. Ja, natuurlijk wel. Met de problemen die wij hadden, met het wegvallen van Brouwers, met de blessure van Berden, met Jeroen nog niet fit. Moet je alles meenemen? Klopt, je moet alles meerekenen. Maar hoe speelden wij? Ik heb het nog nooit gehad dat als achterin de bal met rondgespeeld waren, voelde bang staan voor zo. Nu. Was ik er toen ook alles in? Was dat voor mijn tijd? Ja, oké, precies. Wat samma. Kijk maar dit weer. Had je geen angst? Je had het toch niet in eigen hand? Je verwacht toch niet dat de Graafschap twee keer punten aan ligt? Nee, Jong Ajax en thuis tegen Helm, dat verwacht ik toch niet. Nee, maar als het één keer gebeurt. Ja, het gebeurt, maar hoe vaak doen we dat? Ja, hoezo niet? Ja. Maar dit is nog steeds het ongeloof van de promotie, denk ik ook, Angelo. Hè? Ja, ik weet niet, als wij van het begin af, ik zeg heel eerlijk, van het begin af, kwam een trainer vandaan. Ik viel in het begin allemaal wat tegen. Ik ben niet negatief, maar ik denk nou, wat toen begon het te draaien. Nee, maar het was wel interessant, want we hebben het daar ook over gehad in de documentaire van. Hoe zou er op Kees gereageerd zijn als hij vol zat? 10.000 mensen, hoe zou hij bejegend worden? Ja, heel moeilijk. Toen het slecht liep in het begin van het seizoen. Ik denk dat het goed is niet maken. Hoeveel appjes ik op een moment kreeg van die trainer moet eruit. Ja, maar ja. Ja. Maar dan was het stadion nog niet eens vol, hè? Dus nee, maar dat ik denk. Voor mij was het helemaal een zin. Maar dat bedoelt. We hebben er helemaal geen intentie bij. Maar die druk die er was geweest. Ja. Maar die was er nu niet. Hadden we misschien wel overleefd of misschien niet, enzovoort. Ja, maar je ziet uiteindelijk, je moet het gewoon de tijd geven.
En wat jij zegt, Eus, als je die tijd niet had gekregen, had de wereld er misschien ook heel anders uit. Ik denk, als stadion vol had gezeten, weet ik niet of dit was gebeurd, zeg ik eerlijk. Nou, dat zegt genoeg. Dat zeg ik heel eerlijk. Ja, ja, uiteindelijk zegt dat genoeg. Maar dit is misschien goed over stadion gesproken, we moeten even naar beneden naar het stadion. Er staat Jos Brugge met weer twee nieuwe gasten. Schakelen naar Jos Brugge. Oh, maar dat heb ik ook wel. Dat de bal achter hem gezeild heeft. Toch? Maar snap je al. Als het goed is, voel je het allemaal zaken. Gaan we nu schakelen naar Jos op het veld. Ja, tuurlijk. Zijn we dan? Vak 17. We staan weer op het veld. Ditmaal naast twee hele fanatieke supporters, Jeffrey en Wesley. Vakje 17. Links achter jullie. Klopt. Jullie vak. Ja, ons een nieuw vakje daar. Ja, zeker. Vertel er meer over, beleving. Ja goed, we zijn uiterst fanatieke supportersgroep. Hè? Jongens onder elkaar wat elkaar allemaal kennen. En Angelo wat aan tafel zit, die kwam ermee van luister eens jongens, we gaan een vak voor elkaar regelen. En vak 17. Ik ben er trots op jongens, echt gewoon mooi. Gewoon jongens, familie, vrienden onder elkaar, weet je wel. We allemaal bij elkaar hebben gestaan, we hebben gezegd, we willen, want op een gegeven moment ging iedereen een beetje overal staan. We hebben gezegd, we willen in een eigen vak, dus zijn we vak 17 begonnen. En dat is gewoon fantastisch. Nu alle jongens zijn met elkaar, weet je wat, wat ouderen, wat gewoon gecureerd, gewoon top. Emoties spatten vanaf. Ja, ik heb er een stemming nog steeds weg. Dus, die liggen er ergens bij Van der Valk. Ik kon geen vraag met stellen, want jullie... Het was compleet chaos, het was compleet gekhuis. Is het speciaal vak 17 bij het uitvak in de buurt? Of? Nou ja, goed, gewoon jongens onder elkaar, weet je wel. Dat is gewoon, ik heb altijd aan de bierside gestaan, aan de vakje A vroeger, vakje G. En weet je, en op een gegeven moment die jongens, ja, ik zeg altijd, de jongeren die moeten het nu overnemen. En wij zijn wat ouder en dan verplaats je automatisch een beetje een ijstribune. En daar zaten we wel lang over met z'n allen. Dus hebben we gezegd, jongens, we gaan doorpakken. We pakken eigen dingen. Dus, maar uiteindelijk moet je het met z'n allen doen. Het is één club en we zijn allemaal de Eagles. Dus het is allemaal gewoon fanatiek. Bovenaan wordt er feest gevierd door de selectie die af. De dansgroetjes al aan. Maar ik sta hier naast een zanger en ik sta naast een DJ. Ja, klopt. Ja. Moeten jullie straks daar nog optreden? Dat zou mooi wezen. Wellicht dat wij wel naar boven gaan en dat wij uiteraard een liedje gaan zingen natuurlijk. Dus, ja, die jongens hebben dik verdiend. En respect. We zijn toch dichtbij, dus misschien dat we straks nog even kunnen vragen. Dat jij achter de knoppen staat en dat jij de microfoon pakt. Met alle plezier. Laat ze maar komen. Wie weet kunnen we dat regelen. Wij gaan weer terug naar Rob en Erik die de gasten aan tafel hebben. Ja, ik had het nog wel een beetje voorspeld, het wordt redelijk chaotisch. Kan het niet anders. We kunnen het heel moeilijk volgen. Maar we doen gewoon ons best. En ik wil de laatste drie minuten die jullie nog aan tafel zitten toch even wijden aan de technische staf. Een jaar geleden, toen zat André ook aan tafel. Toen hadden we een vooruitblik op het seizoen. Nou, we weten hoe het allemaal is afgelopen. Jij kreeg toen van André een likeurtje. Maar volgens mij, Kees, heb jij ook iets voor André? Ik kreeg van André een rondje Deventer. Een rondje Deventer, ja. En ik zou na elke gewonnen wedstrijd zou ik... Die was er snel leeg in de winterstop. In de winterstop was hij snel leeg. Ja, ja, ja. Maar als tegenzet, André, ik heb een rondje Deventer voor jou gekocht. Ah, vind ik fantastisch. Kijk. Ah, met als belofte van jou, wij gaan de Eredivisie in. Ja, bij elke overwinning, laten we ze afspreken, elk resultaat, dus ook een gelijkspel. Ja, hè? Aan jou de eer om heel snel die fles leeg te krijgen. Ja, dat gaat wel lukken. En na elke wedstrijd een bolletje te drinken. Wordt gewaardeerd, dankjewel man. Super, ja echt klasse. Ook namens de Kiphok. Ja, een flesje meegenomen. De naam weet ik eigenlijk niet. De hele matte naam klinkt. Pik aan de lippen. Pik aan de lippen. Wat? Oh, dat is een andere woorden, pak jij nog je eigen flesje. Dan zou je het goed plakken. Ja, hey, dankjewel man. Nou, dat zijn de drankjes die over en weer gaan. Geniet er lekker van het rondje Deventer, André. Ja, wat gewaardeerd, echt. Ja. Mooi. Ja. Angelo, als je nu terugkijkt, hè, want je had het er net over, hè, van wat zou er gebeuren als het stadion vol had gezeten. Zou je daarmee kunnen concluderen, misschien is dat wel een hele rare conclusie, dat corona eigenlijk het seizoen heeft gered? Ik denk het haast wel. Ik denk dat er heel veel druk had gelegen. Ik zeg het eerlijk, ik ben normaal zelf echt niet zo negatief. Maar in het begin het voetbal, het zag er niet echt heel denderend uit. Je pakt ook nog geen punten.
Dus ik denk dat als het publiek had gezeten, dat we veel meer druk op hun hadden. Mag ik inhaken? Ja. Maak geen flikker uit. Nee, vertel, Jeroen. Ja, maakt er geen flikker uit. Niet? Het seizoen gaat zoals het gaat. Ja, maar ik denk dat het met wel anders publiek, is. Zonder publiek. De promotie. Ja, voor jouw speler maken niks uit. Ja, maar achteraf, het maakt niet uit. Achteraf? Nee, dat is waar. Maar had hij het gered dan? Ja, weet je niet. Als misschien komt er wel iets los. Ja, weet je, ja, er komt zeker iets los, de supporters. Misschien hadden we wel niet zoveel gelijk gespeeld of verloren van Jong AZ. Nee, dat... Misschien hadden de supporters ons wel naar voren geblazen. Misschien hadden we nu voorzichtig deden. Hij bedoelt ook niet negatief. Voorzichtig. Ik bedoel niet negatief. Nee, weet ik. Maar daarom zeg ik van... Ja, je weet het niet. Je zal het niet weten, maar ik denk dat het wel moeilijk was geweest. Zou kunnen. Dat denk weet ik. Ik weet het zeker. Niet voor jullie, maar wel voor hun. Dat weet ik zeker. Jij kan het vergelijken. Je hebt natuurlijk een vol stadion meegemaakt. Wat was het verschil voor jou? Het ligt eraan hoe je er als persoon op het veld mee omgaat. Want wij kunnen het, zeg maar, voor de trainer, voor de staf, makkelijker maken. Dan ligt eraan hoe je als persoon bent. Ga je als supporters schreeuwen van naar voren, ga je dan dat ook daadwerkelijk doen? Of krijg je poep in de broek en ga je slechter spelen? Dan was het moeilijker geworden. Jij bent wat ouder, dus jij hebt die ervaring, maar ik heb ook jongens gesproken die nog nooit voor publiek hebben. Nee, begrijp ik. Ik weet ook wel wat je bedoelt. Ja. Zij kennen het helemaal niet. Zij weten helemaal niet hoe het is om hier überhaupt voor publiek te spelen. Dus weten zij ook niet hoe ze daarop reageren. Nee. Dus daarom zeg ik van... Je kan het niet echt zeggen. Je kan het niet voorspellen. Ik begrijp je wel, club. Hoor. We hebben een mooie club. Maar ik zeg heel eerlijk, David is heel snel negatief. Is gewoon zo. Ja, je moet je verschut gaan voor die andere clubs. Nee, het is gewoon. Ik weet het ook, maar je kan het. Op een gegeven moment het begon zo te lopen. En dat hebben we nog nooit gehad. Wat ik net zei, een bal achteruit. Nee, dus ik zat gewoon zo. Vroeger zat je zo. Zat je te bibberen. Ja. Mag ik een vraag stellen? Maar wat zegt dat nou dan? Wat zeg wat? Nou ja, we hebben het de hele tijd over als er wel of geen publiek is. Oké, dat snap ik. De druk zou er eerder op komen op het moment dat er wel publiek is en je speelt niet goed, je pakt geen punten. Ja. Maar je kan het ook omdraaien, want het wordt nu elke keer vanuit het perspectief van die spelers en de staf bekeken. Nee, we hebben het niet over de spelers. We hebben het over de staf. Ja, maar spelers hebben er ook last van. Hè? We hebben het net geeft Eus aan Jeroen aan van hij heeft ervaring en er zijn jongens die dat minder hebben. Maar laten we het bij de staf houden. Ja. Maar als we nou, ik wil me ook even verplaatsen in die supporters. Ja. Wat zegt het nou voor jou? Er heeft niemand gezeten. Stel, wij gaan weer voetballen en het stadion zit weer vol. Ik denk niet dat wij volgend seizoen bovenaan gaan eindigen in de Eredivisie, denk ik. Wat kunnen wij verwachten van jullie, van de supporter, van jou, laat ik het bij jou houden, volgend seizoen als het stadion weer vol zit? Wat is de les van dit seizoen? Er is heel veel volgend seizoen. Ik denk dat je heel veel krediet hebt. Nee. Wat zeg je? Heel veel krediet hebt. En jij zegt, er is geen les. Nee, jij zegt, jij kan niet verplaatsen in ons, maar wij kunnen ook niet verplaatsen in jullie. Nee, dat zei ik niet. Jij zegt, ik kan niet verplaatsen in jullie. Nee, dat zei ik niet. Kijk, het is heel makkelijk. Het gaat ook niet om jullie, het gaat om hun. Kijk, als wij de druk bij hun leggen, het gaat om hun. Mag ik wat zeggen? Wat Geek gaat zeggen in ons documentaire, is Geek Groothuis zegt, als wij in het stadion hadden gezeten het hele seizoen, dan zou de ploeg waarschijnlijk 2 plekken lager eindigen. Dat zeg jij toch ook? In verlengde van jouw vraag, ik denk dat hier bedoeld wordt dat wij misschien als supporters iets geduldiger moeten zijn. Dat sowieso. Geven aan de staf, aan de spelers om. Dat kan. En jij zegt van wij zijn kritisch, niet snel tevreden. Dus misschien moeten wij ons ook realiseren dat het niet altijd kan en dat het publiek niet altijd even geduldig is. Maar ik hoop gewoon, kijk voor mij, want jij zei corona heeft ons gered. Ja, ik wil niet zo denken. Ik speel liever gewoon 38 wedstrijden waarin het stadion vol zit. Ja, en dan maar verliezen. Dit was puur voetbal. Maar snap je? Kijk, dat is anders. Tuurlijk, dat is mooi denken. Maar ik zeg heel eerlijk. Dat is geen stadion. De les in het voetbal, is uiteindelijk dat je processen, toch even dat woord, de tijd moet gunnen. Als jij ergens vertrouwen in hebt, dat is natuurlijk Code Eagles is je proces heel moeilijk, omdat het elk jaar weer verandert. Maar ik zal je zeggen, als ik dat tegen bij een andere club, dan zeggen ze bij Feyenoord is het heel moeilijk, bij NAC is het heel moeilijk, het is overal heel moeilijk. Dat zijn supporters, die verwachten iets van mensen, dat als ze 2 keer met de vingers knippen, dat het allemaal loopt. Nee, je moet in een club uiteindelijk, je moet het de tijd gunnen, de ruimte gunnen, en dan kan iets tot ontwikkeling, CQ bloei komen. Maar dat is pas de laatste jaren. Ja. Ik zeg heel eerlijk, sinds Paul Bosveld er is dat veranderd. Ja. Daarvoor was het elk jaar. Toen kwam er een laptop trainer, toen kwam zo'n trainer, toen kwam zo'n trainer. En nu, de laatste jaren, is het beleid.
is gewoon ziek wat terug. Nee, maar is gewoon zo. Angelo. De beste spelers uit de eerste divisie worden weggehaald, of goede spelers. Dit is beleid. Nou, nou, dat zeg ik eerlijk. Wat ik hoop, Angelo, wat de les is, denk ik, voor ons allemaal, is dat er een wisselwerking gaat zijn tussen spelers, staf en publiek. En dan met z'n allen, we hebben hetzelfde voor, hetzelfde doel, is het stadion in vuur en vlam zetten en ten alle tijde achter je ploeg blijven staan. Maar daar hoef je niet bang voor te zijn. Je ploeg helpen, ook als het is minder gaat. Daar hoef jij niet bang voor te zijn. En dan kan je iets extra's creëren met elkaar. Mag ik hier nog één ding over zeggen? Dat is wel heel mooi om wat er nu gaat gebeuren. Is bijvoorbeeld, en wij hebben ook daar overleg over, met name natuurlijk hoe uiteindelijk supporters gaan reageren. En wij zijn zelfs nu ook al aan het kijken, op verzoek overigens van Kees, om met, en hij noemt het dan zeg maar de rauwe supporters, maar dat zijn echt degenen die op de tribune uiteindelijk de voortrekkersrol in deze nemen, om daar ook mee te gaan zitten, periodiek, om het ook altijd, om nog meer grip op dat verhaal, nog meer kijk te geven. Ja. Kijk, en dat zegt genoeg natuurlijk ook hoe we er met z'n allen in zitten. We hebben niets te verbergen, we staan niet ver van mensen af. Wij ook als totale organisatie staan heel dicht bij juist ook de supporters. En dat maakt het uiteindelijk ook, denk ik. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat je gelijk hebt, maar wat Angelo net zegt, ik moet even, want de discussie dreigt een beetje de kant te gaan van gooien, negatief, et cetera. Maar kan ik zeg één ding, dat bedoelt hij niet. Wij komen hier al 40 jaar, 50 jaar. Ja. De staf verandert, de spelers veranderen, die mensen veranderen, die komen, die gaan. Dus, wat moeilijk begrepen, denk ik. Wij zijn er toch altijd. Ja. En dat verandert. Goed, dat is club eigen. De sporters blijven en de rest komt tegen. Tijd voor het proces is heel moeilijk. Ja, maar hoe lang duurt het proces? 2 jaar en die gaat weg en die gaat weg. Die maar even goed, jongens, we moeten toch aan deze discussie een einde breien. Ik wil de technische staf. Jeroen, precies. Jeroen, ja, als je verder na wil, dan weet je maar. Nee, waar we net over hadden van publiek, geen publiek, wat voor invloed heeft het? Ik heb. Begin van het seizoen heb ik een interview gelezen van Stan Falks, van technisch directeur van VVV volgens mij. Die hebben speciaal gescout op deze periode die er toen was en die er aan zat te komen. Op spelers die niet per se de input nodig hadden van supporters. Omdat ze gewoon hun ding deden op het veld, zonder supporters, met supporters. Ze deden gewoon hun ding, haalden hun niveau. Ja. Giacomakis had ze goed gescout, maar Giacomakis was goed. De rest van het elftal was iets minder. Zeg het maar. We gaan zo verder aan tafel. Ik wil de trainers bedanken. Jullie hebben gewoon wat dat betreft enorm gepresteerd. Laten we daar gewoon ook mee eindigen. En een applaus voor Pio. Dank jullie wel. En we gaan een wissel doen hier aan tafel. De trainers die vertrekken en we krijgen Rob de Geest aan tafel. Sowieso. En Han en David, kom naar voren. Schuif mij aan. Han, David aan tafel. Is goed. Mooie wisseling van de wacht even. Zoals Alex gaat even wisselen. Angelo. Mooie discussie? Ja, goed zo. Ja, vind ik wel. Ik denk dat het echt zo is. Ja. Ja, het is gewoon zo. We kunnen moeilijk zijn. We kunnen best kritisch zijn. Er zijn soms echt klagers. Dat is gewoon zo. David is gewoon overal gelijk. Ik ben zelf niet zo heel erg. Maar op een gegeven moment had ik wel van, ja, het voetbal ziet er niet uit. Je haalt geen punten, je speelt gelijk. Maar op een gegeven moment gaat draaien. En dan komt er ook vertrouwen, hè? Ik heb die vertrouwen nog nooit gehad. Ik zeg het heel eerlijk. Hoe laat is het? Die man kende wel zitten. Wanneer was hij? Waar was hij 10 jaar geleden? Waar had hij over 10 jaar? Dat bedoel ik mee te zeggen. Ik heb nog een proces geweest, maar hoe lang doet het proces? Ja. Maar je hebt eindelijk je beleid. Ja, het proces blijft maar doorgaan. Je hebt eindelijk een keer beleid bedoeld. We zijn niet zo en we zijn ook niet zo. Je mag wel zo blijven, dat maakt niet uit, Marco. Nee, dus dat is mooi dat je dat ook constateert. Nu dat er gewoon is, dat er gewoon beleid is en dat er wat meer eenheid is. En dat die technische staf ook blijft. Nieuwe gasten aan tafel, Rob de Geest. Even kijken, jongens. Han Kasterman. En de ander is. Help me even. Ja, van Zijl. Welkom. Het is een beetje chaotisch, dat zeiden we al. Dat moet ook zo. En dat mag ook. Pas wel bij Jeroen is pas blijven zitten. Bas komt Bas nog terug. Bas heeft Bas. Ja, je moet Bas komt terug. En Alex komt ook nog terug. Als het goed is. Jeroen, andere vraag. Hoe is het met je fysiek gezien? Ja, gaat goed. Ja? Gaat op dit moment heel goed. Omdat je nu niet het veld op hoeft? Nee, grapje. Omdat ik
paar drankjes heb gehad. Nee, de eerste 80-90% is zeg maar heel goed gegaan. Daarna was het een beetje, vlakte het een beetje af. En nu gaat het weer de goede kant op. Blijkt dat de laatste 10-20% bij deze blessure toch wel het lastigst zijn om naar die 100% te komen. Maar dat gaat goed. We hebben zomervakantie, dus geen probleem. Heb je al verlengd? Heb je al inderdaad gesproken met Kroes, Angelo Vulderlin? Heb je al verlengd? Ik heb nog niet verlengd, nee. Nee, we hebben eind maart met elkaar gesproken, een aantal keer. En ook met de trainer, daarop volgend. En daarna is het wat stil geweest, ook naar aanleiding van wat ik zelf zeg maar, aan hun heb gezegd. Dat ik me even op het voetbal wou focussen, omdat dat op dat moment hele belangrijke wedstrijden stonden. Ja. En nu is het inderdaad weer zaak om na te denken over de toekomst, dus daar zullen we weer over in gesprek gaan. Alex, hoe is die status ten opzichte van Jeroen Veldmaten? De status is dat wij, wat ik net al even aangaf, maandag zitten wij weer met de staf samen. En wij moeten een aantal flinke noten nog kraken, waaronder de casus Jeroen Veldmaten. Hij was wel heel belangrijk, hè? De laatste jaren voor ons. Zeker. Hij was heel belangrijk voor ons, hè? Ik hoop dat jullie dat niet vergeten. Zeker. Okay. Met wat voor budget denk je te gaan werken volgend jaar? Ik neem aan dat jullie wel een aanbod hebben. Met wat voor budget denken jullie te gaan werken, Alex? Volgend jaar 8 miljoen zo'n beetje? Qua omzet bedoel je, de hele club? Nee. Spelersbegroting. Spelersbegroting. 8 miljoen? Wat voor budget ga je werken volgend jaar? Heb je daar al inzicht in? De begroting? Nee, kijk, wij verwachten, jij noemde 8, maar 8 miljoen is ongeveer het bedrag wat wij verwachten dat er volgend jaar binnenkomt aan totale inkomsten. Daar moeten allerlei dingen van betaald worden. En onderaan de streep denk dat wij rond de 3 miljoen euro spelersbegroting gaan hebben. En dan komen de inkomsten van de uitgaande transfers nog bij? Of wordt dat anders verwerkt? Neem nou bijvoorbeeld de verkoop van Sam Beukema. Gaat dat in het budget om nieuwe spelers aan te trekken? Nee, niet direct. Die vraag is wel eens eerder gesteld. Nee, dat geld van Sam Beukema gaan wij gebruiken om de club in alle facetten een stap vooruit te laten komen. Als je dan verder denkt, en Jay Gorter, daar is veel belangstelling voor. Is het slimmer om hem nu te verkopen of is het slimmer om hem te houden? Dat is iets wat je nooit van tevoren weet. Nee. Want wat mij betreft zouden we hem heel graag nog een jaar in de Eredivisie bij ons op goal hebben staan. Als hij het fantastisch doet, dan gaat zijn prijs keer 5. Doet hij het wat minder goed, ook dat kan. Daar ga ik niet van uit, maar ook dat zou kunnen. Dan doet dat wat met de prijs. Dus je kan op voorhand niet altijd voorspellen wat er gaat gebeuren in de ontwikkeling van de speler. Maar Jay Gorter is wat mij betreft een speler die wij er heel graag bij zouden willen. Op dit moment is hij natuurlijk hot. Hij is Mr. Clean Sheet. Zijn marktwaarde is natuurlijk erg hoog nu op dit moment. Er is belangstelling voor hem, vanuit Vitesse onder andere. Als je dan doorrekent naar het lijfsbehoud, Eredivisie, dan zou het dan toch voor de hand liggen om Jay Gorter te verkopen? Nee, dat zou ik niet direct zo stellen. Oké. Nee. Nee, juist niet om de selectie in te houden. Als er een club komt waar hij heel graag naartoe wil en die betalen een bedrag waar wij van zeggen, dat is dan meer dan een doekje voor het bloeden, dan kun je hem niet anders dan laten gaan. Maar hij is niet, weet ik wel wat, kijk, noem een club, Fortuna Sittard was geïnteresseerd. Ja, dat is voor hem op dit moment echt geen vooruitgang. Nee. Om van Go Ahead in de Eredivisie naar Fortuna Sittard te gaan. En dus op dat vlak, er is heel veel belangstelling, de krant is dan vol. Maar wij hebben nog geen enkel voorstel gehad van welke club dan ook, concreet in de afgelopen 3-4 weken. Kan ik goed begrijpen. Maar ik heb één vraagje. Waarom is er niet verlengd met hem? Waarom nog? Omdat... Daar ken ik met de kop niet bij. Hij is zo belangrijk geweest voor ons. Ja. Ik ken hem met de kop niet bij dat je nog niet verlengd hebt met hem. Ik ken hem met de kop niet bij. Nou ja, omdat daar tot nu toe aan beide kanten en ook vanuit de clubkant bepaalde twijfels zijn. Nee, dat is goed, maar we willen het wel weten. Wij kunnen ons als supporters, ik spreek over alle supporters, niet, waarom verleng je niet met hem? Nou ja, daar zijn dus bepaalde twijfels bij. Daar zijn bepaalde twijfels bij. Maar hij is zo belangrijk omdat het seizoen eigenlijk heel abrupt beëindigd is. We wisten met z'n allen niet dat we afgelopen woensdag zouden promoveren. Hebben we eigenlijk nog ook geen tijd gehad om nu
concreet te zeggen wat er gaat gebeuren. We spelen volgens de Eredivisie. Ja, nee, oké. Je moet eigenlijk alles op een balans leggen om te kijken wat zijn de juiste beslissingen. En die keuzes gaan wij maken op hele korte termijn. En een gesprek staat met hem gepland. Maar je zegt net van tevoren, je zegt, we weten 80% dat we niet de Eredivisie speelden. Ja. Maar voor de eerste divisie, ook voor de Eredivisie, maar voor de eerste divisie, betere verdediger kan je niet krijgen. En voor de Eredivisie ook niet, voor ons. Ja. Maar je zegt net, het is 80%, we gingen ervan uit dat we niet Eredivisie speelden. Ja. Maar hij is toch, voor de eerste divisie is toch... Beter verdeeld kan niet hebben. Zelfde clubs, andere clubs die zich hebben gemeld. Nee, dat gaat anders. Daar heb ik het niet over. Misschien wil hij ook met een andere club praten. Dat maakt ook niet zo. Hij kan met een andere club praten, maar dan moet hij. Of dan breng je het uit van. Ja. Hij wil met een andere club praten. Ik heb nou het gevoel. Ja. Van wij willen die verlengen. Nou, er zijn twijfels. Dat gevoel heb ik. Op dat vlak. Er zijn twijfels of wij moeten verlengen. Dat nee, oké. Okay, dan breng je. Ja, oké. Okay, dan is het goed. Nee, dat is goed. Dat is goed. Dan weet dus beleidsmatig. Daar vanzelf zit ook aan tafel. Als trouwe supporter, wat is het belang van Martijn Bedden, zijn terugkeer? Want hij zit zelfs naast je, het zal je verrassen. Bas Kuipers is even speciaal gedaan, stiekem het dus uitgepiept. Wat is het belang van jouw buurman, de terugkeer in het elftal geweest? Nou, ik denk dat snelheid voorop nog wel makkelijk is. Rabila die deed natuurlijk niet naar zijn mogelijkheden. Sorry. Dus, maar ja... Nadat Navratil vorig jaar wegging, vond ik dat het een beetje aan snelheid ontbeerde voorin. En ja. Zou je zelfs kunnen zeggen dat de doelpuntmachine op gang kwam toen Bedden weer ging spelen? Nou, misschien is het ook wel dat er bepaalde automatismes dan gewoon vallen. Ze hebben het hele jaar getraind, dus ik denk dat dat... Maar jij had het net over snelheid. Ja, snelheid is natuurlijk essentieel als je door wil komen aan de zijkant. Maar ik bedoel, als je iemand hebt die heel goed kan passeren, dan... Martijn, wat vind je er zelf van? Ik zag Martijn een prachtige goal maken in het stadion, terwijl hij de keeper in de luren legt. Het is niet alleen snelheid, hè? Nee, ik denk... toen ik terugkwam in het elftal, stond alles al heel goed. Ja, precies. En dan is het natuurlijk heel makkelijk om dan in zo'n elftal terug te komen. En... ik denk dat de snelheid waar je het over hebt, dat is natuurlijk een wapen en de diepte vooral. Want dat verandert het spel misschien ook wel. En ik ben blij dat ik op het laatst daar nog mijn steentje heb in kunnen bijdragen. Ja, maar de hele hoop spelers die terugkomen van blessure hebben last van ritmeproblemen. Het leek wel alsof je bijna niet was weg geweest. Dat heb ik wel vaker aangegeven dat ik gewoon het hele seizoen heel betrokken ben geweest. En, jij bent met de revalidatie bij de club gebleven, hè? Ja, precies. Maar andersom op de club ook bij jou? Sorry? De club ook bij jou? Ja, dat was voor mij heel belangrijk. Ja. Dat ik vanuit de club gewoon iedereen... Ik kan niemand overslaan. Van iedereen voelde ik zeg maar de steun en het vertrouwen tijdens mijn blessure. En dat maakt het voor mij ontzettend makkelijk eigenlijk om weer terug te keren in het elftal. Ja, ik denk dat iedereen wel even schok woensdag, na een paar minuten, want je rekent toch een beetje vanuit je sterkhouders. Denk je, dat wordt nog wat. Dat wordt nog wat voor de play-offs, dacht ik. Nou ja, zover was ik nog niet eens. Ik denk, voor die wedstrijd überhaupt. Ja. Die moet eerst nog winnen. Ja. Dus dat was even tegenvallen, maar nou ja. Ik zei al, nu kun je rustig fit worden, weet je toch? Maar David, die promotie, hoe onverwachts kwam die voor jou? Nou, ik heb er heel veel mensen gezegd dat het zou lukken, omdat het zo moest zijn, maar... Dat slaat natuurlijk nergens op. Meer de hoop. Ik vind het gewoon knap dat je in één jaar zeg maar zoveel punten haalt en ook echt als nummer twee. Ik zat in die promoties van Erik te luisteren. Ik heb de vier meegemaakt als supporter dan ook in het stadion. En dit is wel echt klasse. Ja. Niet als underdog. Je weet dat in de play-offs dan ontstaat hier wat. In het stadion ook vaak, maar ook er buitenomheen. En nu was dat in zo'n korte tijd, zo'n apotheose, dat heel bijzonder. Ja, mooi. Over stadion gesproken. Ja, precies, we gaan weer naar het stadion, want daar staat Jos Brugge onder andere met wat horeca mensen. We gaan eens even kijken. Wij zijn op het veld. Ik sta naast Marcel en naast Jan. Beide bekend uit de horeca, maar ook als vaste supporter. Marcel, zoon van? Van Harry Obers. Heb ik 30 jaar rondgelopen in het bestuur. En van mijn jongs af aan kom ik hier eigenlijk al op het stadion. En zondags ging je naar je oma toe en je oma woonde naast de dokter vader ons. Dus dan zei wij als opa is net een match.
Het heeft me 10 jaar geduurd voordat ik weg is. Begreep dat hij met match bedoelde. Dus ja, bij mij zit de Vetkampstraat hier wel in mijn bloed, ja. Jan, horecaman in hart en nieren? In hart en nieren, ja. Maar ook eigenlijk door Go Ahead in de horeca terecht te komen. Want ik werkte vroeger bij Jan van Gulp hier, die deed toen catering. Ja, klopt. En zo ben ik op een gegeven moment hier terecht gekomen. En dat is inmiddels ook al heel erg lang geleden. Klopt. Hoe hebben jullie de wedstrijd van woensdag beleefd? Neem ons eens mee. Nou, ik kom thuis. Ja. Ik moet eerst zeggen, in de huiselijke kring, samen met mijn vrouw en mijn kinderen in dit geval. Ja, ik heb nog nooit zo'n wedstrijd meegemaakt. Ik heb ook alles gekeken. Ga je door de huiskamer heen lopen? Ga je naar de achtertuin? Ga je de plantjes water geven? Ik woon hier recht tegenover. Ik woon hier op het hoekje van de Berichtgeverweg. En op een gegeven moment, toen we gewonnen hadden, gelijk even de Veenweg heen gelopen. Ja, dan ging het goed los. Je wil niet wat je meemaakt. Ja, ik heb gehoord dat er een enorm... volgens mij is dat Andy de Lange die daar woont, die voor een mooi feestje heeft gezorgd. Ja, dat klopt inderdaad. En dan zit je wel heel direct dichterbij. Dan pak je de emotie mee. Ik hoefde niet eerst naar de Brink. Marcel, jij bent gisteren op de Wellekade geweest. Er was volgens mij nog een afterparty. Nou ja, ik ben gisteren even op de Wellekade geweest, maar ik was op tijd weg, om 8 uur. Voordat de rommel begon? Ja, nou ja, rotzooi. Weet je, rotzooi, ja, wat is rotzooi? Er blijft een hoop rotzooi liggen, dat wel natuurlijk. Maar die woensdagavond is... Woensdagavond was het alweer, ja, de wedstrijd was woensdag inderdaad. Ja, ik kan heel slecht tegen. Dat is een van de redenen dat ik heel weinig live voor wedstrijden zie. Ik word echt heel super zenuwachtig. En dat geef ik altijd nog een beetje oude trainer Henk de Kater de schuld van. In 92 zou ik de champagne leveren en dat was van Methuselam van 6, 7 liter. En die nam ik dus mee in het stadion, kom ik Henk tegen en zei, doe jij met die fles hier? En Henk is natuurlijk een halve Surinamer, dus ook bij gelovig als de pest. En ik heb dus de hele tijd buiten het stadion gezien in die wedstrijd. Een periodekampioenschap was dat nog maar. En dat is wel een beetje op mij overgeslagen. Ik kan heel slecht, als ik echt... ergens fan van ben, ergens heel diep in zit naar een wedstrijd kijken. Krijgt die arme hele kader de schuld? Die krijgt altijd de schuld. Ja. Nee, je hoort het al, emoties zitten bij jong en oud. Maakt niet uit welke hoedanigheid je betrokken bent bij de club. Marcel en Jan, dankjewel. Graag gedaan. Ook jullie ook uiteraard gefeliciteerd. Ja, en jij ook. En graag gedaan. Hoe gaan we het volgend jaar beleven? Ja, dat wordt weer een. Als we nog kaarten kunnen krijgen, dan zijn we er wel weer bij. Hè? Nou ja, ik heb 2 kaarten. Nou, dan gaan we volgens mij ook gewoon weer genieten van de Eredivisieclubs die op bezoek komen hier in Horst. Zo is dat. Ik denk dat een mooie afsluiter is voor dit moment. Ja. Wij gaan terug naar de businessclub waar Erik en Job en Rob verder gaan met de uitzending. Helemaal goed. Dankjewel, Sjors, op het veld. We hebben hier in de zaal heel veel mensen zitten die het half kunnen volgen, denk ik, omdat het vrij rumoerig is met een heel mooi feestje hierachter. Dat maakt niet uit. We hebben ook Jannie in de zaal zitten. Jannie, waar is Jannie? Jannie! Dat was in ieder geval de bedoeling. Jannie, kom er eens even bij. Er is ook een hele mooie hengel voor jou. Wie verzorgt die hengel? Jordi, kom er eens even bij met die hengel. Jordi! Iedereen heeft zijn rol, hè. Dat gaat bij het elftal van Go Ahead Eagles een stuk beter, moet ik zeggen. Iedereen heeft een opdracht. Jordi, jij wilde een vraag stellen. Nou, ik zal niet weten wat. Ach! En dan, ho. Ik hoop dat ze een goede spelers aan krijgt. Daarom dat je nu ook in de Eredivisie zit, dat je geen tweede keus spul aan krijgt. Nou, de druk op Alex Kroes stijgt. Ja. Dankjewel, Jan. Nou, ik doe dat niet alleen, hè, dat spel. Dat is wel grappig. Ik zit alleen op tafel. Je zit wel lekker aan tafel. Maar ik zeg het maar, die voetbal nu Eredivisie, hè. Ja. En geen KKD. Nou, de boodschap is helder. Ja, goed, dat is toch de opdracht richting technische staf. Of in ieder geval de eigenaar van de club. Hoe je dit gaat doen, want Alex, je had je ook niet op gerekend, hè, dat je naar de Eredivisie zou gaan. Je hebt vorig jaar in onze uitzending gezegd, zelfs dit jaar geloof ik nog, van ja, het zou mooi zijn als we een lange termijn visie hebben, beleidsplan. Nou, die hebben we. Ja, die hebben we nog steeds, alleen ja, dit komt dan als een hele aangename of... Ja, nee, zeker. Het is een hele positieve, snellere ontwikkeling dan verwacht. En hoe speel je daarop in, beleidsmatig? Nou ja, we hebben het wel eens eerder over hebben gehad. Kijk, uiteindelijk het stabiele karakter wat wij in de Eredivisie moeten gaan krijgen, is uiteindelijk de uitbouw van de IJsseltribune.
en de B-side op orde te krijgen. Dus uiteindelijk het stadion moet Eredivisie, ik kijk al even naar Rob de Geest, maar het stadion dat moet Eredivisie waardig worden in zijn totale, in alle faciliteiten. Qua horecavoorzieningen, toiletvoorzieningen, de supporters moeten een normale plek krijgen. We moeten een stukje uitbouwen om meer capaciteit, meer inkomsten te kunnen genereren. Op het moment dat je dat voor elkaar hebt, durf ik te zeggen, dan kun je een stabiele Eredivisie club zijn. Maar dat heb jij. Nu hebben we het stadion niet af. Dat wil ik niet als excuus gebruiken, want ik ben heel blij dat we nu gepromoveerd zijn. Want ik denk ook uiteindelijk wiskundig gezien is handhaving gemakkelijker, hoe moeilijk het ook is, dan promoveren. Want we hebben uiteindelijk gewoon 50% kans om ons te handhaven. En promoveren is altijd een kleinere kans, omdat er meer clubs ongeveer op dezelfde orde grote financiën zit. Dus wij werken heel hard in samenwerking met de gemeente aan de uitbouw van de tribunes, het stadion goed te krijgen. En wij zijn eerder dan gepland in de Eredivisie en we gaan er alles aan doen. Nou, hoe mooi is het eigenlijk dan ook dat wethouder Rob de Geest hier aan tafel zit? Rob, goedenavond. Goedenavond. Hoe betrokken is de gemeente bij de club Go Ahead Eagles? Nou, laat ik voorop even beginnen met de felicitaties vanuit het college van BNW natuurlijk met deze topprestatie. Gewoon van harte gefeliciteerd met toch een onverwachte promotie die sommigen hadden zien aankomen en heel veel denk ik niet. Dus dat is denk ik wel belangrijk om hier even te melden. Voor mij als wethouder sport, ik wil toch even iets persoonlijks erbij zeggen. Ook in aanleiding van wat ik hier vanavond zie. Ik ben ook wethouder gezondheid. Ik ben enorm trots op een club als Go Ahead die zichzelf heeft weten te promoveren zoals ze dat afgelopen week hebben gedaan. Maar ik ben ook enorm trots op alle mensen in de zorg die zich in de afgelopen anderhalf jaar enorm hebben ingezet om ons te verzorgen in coronatijd. Waardoor we lege stadions zien, waardoor we lege theaters zien. Waardoor we eigenlijk heel veel dingen niet kunnen in het leven. En waardoor afgelopen seizoen ook anders is gelopen dan we zouden willen. En dan zie ik hier toch ook nu vanavond een paar dingen. Een feestje. Wat niet kan. Hou alsjeblieft op. Kom op, zeg maar. Ja, maar je bent niet voor de gemeente Deventer, of niet? Nee, die is meer voor zichzelf. Is dit echt... Nee, in alle eerlijkheid. Hou alsjeblieft op, hè. Ja, mag je vinden. Maar zijn jullie jaren bekend om? Ik zit hier met een sportief hart. Hou op. Vanuit de liefde voor een club. Maar ik vind ook dat je een voorbeeldfunctie hebt als club. Hou alsjeblieft op, hè. Laten we even naar de club gaan. Alsjeblieft, doe even normaal. Het is van groot belang, hoorde ik net. Ik heb wekelijks de mensen uit de zorg aan de lijn. Ja, ik ook. Mijn moeder zit in de zorg. Die vechten voor wat er moet gebeuren. Ik zie een paar dingen gebeuren die niet kunnen. Heb je daar eens opdracht gegeven of dit is scoren. Mag ik van mijzelf. Wat wil je nou scoren over de rug van de Eagle? Mag ik even? We hebben het over de stadion gehad en de uitbreiding dat van levensbelang is voor de voetbalclub. Dat ligt natuurlijk de bal ook enigszins bij de gemeente. U bent wethouder van welzijn, integratie, gezondheid en sport. Ja. Hoe ver je schakelt nu mooi. Dat snap hoe ver ik, kunnen maar de plannen richting het stadion gerealiseerd worden? Kun je nou wel zien, toch, of niet? Ik maak even mijn punt af. Ik wilde dit even gezegd hebben hier. Ik vond het belangrijk om hier gezegd te hebben. Want ik weet ook wel dat dat best lastig is. En ik weet ook dat ik me ongetwijfeld hier niet populair mee maak. Maar daarvoor zit ik hier niet. Nee, dat wilde ik hier gezegd hebben. Moet tegen de spelers zeggen. Even respect voor elkaar. Ga weg op die kant toch niet, wat je nou doet. Even die vraag. Wil je ons een schande brengen? Dan kom ik op het punt waar jullie beginnen. Kijk, dan kom ik ook weer terug op het andere punt. Namelijk, je hebt een voorbeeldfunctie als club. En Go Ahead is belangrijk voor de stad. Enorm belangrijk. Volgend jaar ben je er ook niet meer. Go Ahead Eagles heeft gewoon een rol in deze stad, hoort bij deze samenleving en dit stadion is daar de fysieke vorm van en hoort gewoon echt bij de club. Prachtigste stadion van Nederland, vind ik ook. Dus daar liggen ambities en een ambitieuze club als Go Ahead Eagles, met de stap die ze nu hebben gezet, ik snap ook dat ze dan zeggen, dan moeten we nu stappen zetten met dat stadion. Ja. Maar ja goed, aan de andere kant, dat is ook niet vandaag of morgen geregeld. Daar moet nog wel wat water door de IJssel dan natuurlijk. Ja, maar je zit al aardig in een proces. We zitten in een begin van een proces. Kijk, Go Ahead heeft best wel veel dingen al, denk ik, in beeld van wat ze willen. De club heeft gewoon best wel veel dingen uitgezocht. Ik heb Alex daar ook over gesproken al. Een aantal zaken die ze ook bij ons hebben aangegeven. Ook met betrekking tot de Riele Enk, ook met betrekking tot het stadion. En daar zijn we over in gesprek. Daar moeten een aantal dingen nog echt uitgezocht worden. En dan moet je ook kijken met elkaar. Wat kan er? Wat is nou realistisch? Want Go Ahead staat bij mij ook bekend als een club met verstand. Die ook nadenkt vanuit ambitie, maar ook om het verstandig te doen, ook financieel. Volgens mij hebben jullie dat altijd heel goed gedaan in de voorbije jaren. Jullie zijn niet voor niets een van de financieel gezondste clubs van Nederland.
Dus dat moet je wel goed bekijken. Wat is realistisch? Wat kan er? Wat is ook de rol van de gemeente? We praten veelvuldig over dit proces. Kijk, we zijn nu gepromoveerd. We zijn bijna al nagenoeg uitverkocht naar het nieuwe seizoen toe. Er is bijna geen seizoenkaart meer te krijgen. Hè? Dus op dat vlak, want daar zit financieel haalbaarheid, gezondheid en dat soort zaken zitten erin. En terecht, hè, dat is het eerste waar wij ook naar kijken. Is het financieel haalbaar en gezond? Want wij willen de gezondsclub van Nederland blijven. Op een zo hoog mogelijk niveau. Zeker de nummer 14 van Nederland. Want ik denk dat wij daar echt kunnen horen vanuit de hele situatie. We zullen die stappen een keer moeten maken. En nogmaals, we hebben nu een soort open publiekelijk debat. Daar hebben we al meermaal over gesproken. Deze club heeft alleen kans van structureel een grotere impact hebben op toch wel de samenleving. Hebben we het ook vaker over gehad. Deze club heeft impact op de samenleving in allerlei facetten. Niet alleen financieel-economisch, want dat is eigenlijk maar een heel klein onderdeel. Maar vooral het sociaal-maatschappelijk aspect wat deze club meeneemt. Naar de samenleving, naar Deventer, naar de directe omgeving. Die is van immens belang. Dat zie je nu al. Hè? In de coronatijd heeft bijna niemand meer een verzetje en iets leuks om te doen. Maar wat hebben we wel? We hebben het voetbal. Gelukkig nog. Want als we het voetbal ook niet hadden gehad, dan hadden we waarschijnlijk 100.000 zelf... Dat is ook zo. Dan hadden mensen zich van kant gemaakt. Want er was er niks meer. Dus die impact, dat gelukkig heeft voetbal dat. Ja. En ik denk dat ook de gemeente daarin als... serieuze partij, maar nogmaals, ik voel tot nu toe eigenlijk alleen maar commitment en positiviteit richting dit dossier. Kijk, we kijken met jullie we mee. Zijn nog ja, we zijn dus nog niet. Alleen we weten ook nog niet precies wat onze rol is en wat onze mogelijkheden zijn natuurlijk. Dus. Ben jij hier? Hè, ben je hier voor je partij of ben je hier voor goedkoop te scoren? Ik ben hier niet voor mijn partij. Daar lijkt het een beetje op. We zoeken er wel een spits. Alles uit elkaar. Zal ik daar eens over zeggen als ik antwoord mag geven op je vraag? Je hebt een mooie club meegemaakt en het is net of je ons zwart wil maken. Nee, want dan had ik mijn mond wel gehouden, denk ik. Ja, maar waarom? Ja? Nee, mensen luisteren even. Ja. En ik zit hier als wethouder van deze stad. Voor alle Deventenaren. Ja, je zit makkelijk te scoren. Dat ben jij. Angelo, even met respect voor elkaar. Eus, jij wou wat zeggen. Excuses, maar ik vind het makkelijk. We hebben over gehad dat de club wilde, dat de gemeente wilde meedenken over die lening en de rente en zo. Maar hoe concreet kan de gemeente meedenken als het gaat om een nieuwbouw? Kan het echt? Nee, kijk, wij moeten sowieso gewoon eens even met de club kijken. En daar hebben we het ook over gehad. Van, wat betekent dat voor deze omgeving? Hè? Dus je moet ook gewoon kijken naar impact op de omgeving, verkeer, omwonenden, goed overleg. Dus maar dat soort randvoorwaarden, daar denken wij in mee. Zou je dan bijvoorbeeld voorwaarden stellen aan, er is sprake geweest van een school daar bijvoorbeeld? Of dat soort voorwaarden zou je die kunnen stellen als je mee gaat doen? Ja, hoe meer partijen meedoen aan zo'n opzet, ook financieel, dat kan natuurlijk bijdragen aan de haalbaarheid. Ook aan het maatschappelijk belang van wat je doet. Hè? Dat het niet alleen maar voetbal is, maar ook met allerlei andere functies erbij. Dat draagt natuurlijk wel bij aan het gewicht van wat je aan plan hebt. En dat maakt misschien ook de betaalbaarheid daarvan kansrijker. Kijk, wij kunnen het als gemeente niet per definitie. We zien ook wel wat er op ons afkomt. Ik verwees al naar corona, daar werd vaak al naar verwezen. We hebben de komende tijd nog heel veel dingen, financieel ook, in lastige tijden. Dus wij kunnen ook niet op voorhand grote toezeggingen doen van wij hebben daar een enorme rol. We kijken wat er kan. We moeten ook echt kijken naar wat is zuiver de rol van een gemeente in zoiets. En dat is een beetje het gesprek wat we voeren met elkaar natuurlijk. Hè? Een goed plan. En dan kijken, wat is ieders rol daarin? En hoe betrek je daar ook anderen bij die daar ook een rol in kunnen spelen? Kun je de mensen uitleggen waar het nu ligt bij jullie in het traject, als dossier? Nou, we hebben nu een direct contactpersoon voor jullie vanuit de gemeente die met jullie meedenkt. Hè? Dus die is in gesprek met jullie en die helpt ook mee om de lijntjes met de verschillende delen van de organisatie over het meedenken over de onderdelen van dat plan, om dat mogelijk te maken. Zodra daar wat meer duidelijkheid over is, gaan wij er als college ook gewoon een gesprek over aan met elkaar. Ja. Dat is nog niet gebeurd. Wij hebben als college op dit moment nog geen standpunt over wat wij vinden van plannen en hoe wij onze rol zien vanuit de gemeente. Overigens, op het moment dat we dat wel doen, moeten we ook nog steeds naar de gemeenteraad. Hè? Dus de gemeenteraad heeft hier ook gewoon zijn zegje in. Want dat is het laatste oordeel wat geveld moet worden. Dat is het hoogste orgaan van deze stad. En is dat alles open? Dus ook bijvoorbeeld als daar commerciële activiteiten plaatsvinden, is dat ook bespreekbaar? Kijk, in Zwolle heb je casino en weet ik veel wat. Nee, niet specifiek casino, maar commerciële locaties, zijn die dan ook bespreekbaar? Ja, dat hangt er echt vanaf. Dat vind ik lastig te zeggen. Niet uitgesloten in ieder geval. Maar het hangt er heel erg vanaf wat het doet in de omgeving. Dus als je daar bepaalde
detailhandel zou vestigen, moet je wel goed kijken hoe zich dat verhoudt ten opzichte van andere detailhandel in de omgeving. Want daar heb je ook afspraken over en ook wetgeving voor. Maar dat wil niet zeggen dat niks kan daar. Oké, stadion korte termijn lijkt te moeizaam. Het stadion is één, selectie is twee. We hebben gelukkig Paul Bosveld in de zaal zitten, dus dat wilde ik eventjes vragen aan Paul. In de opening van deze uitzending zei ik al, Paul, dat ik voel dat er wat nieuws aan zit te komen. Overdrijf ik daarmee of kun jij wat melden op gebied van misschien wel nieuwe spelers voor volgend seizoen? Of ga ik te snel? Ik heb me niet herinnerd dat wij samen hebben gesproken voorafgaand aan de uitzending, maar dat maakt niet uit. Nieuwe speler hebben in ieder geval wel een goed nieuws, denk ik, dat we mondeling akkoord hebben met Martijn Berde. Daarom is hij ook aangeschoven om dat zelf ook even... Dat is heel goed nieuws. Daar zit je op de wacht. Ik moet zeggen dat alles is best wel lastig te horen vanaf hier. Door ook het groezemoes van het café hiernaast. Maar ik denk dat het een goed punt is dat een groot gedeelte van deze groep blijft. Dat is al weer een winst ten opzichte van de afgelopen jaren. Absoluut, ja. Waarin veel mutaties waren. Een ander heugelijk nieuws is... Je had het over Harmeke Peres. Die gaat ons helaas verlaten. Dat vinden we zeker jammer. Hij heeft een prominente rol gehad, ook in het succes dit jaar. Maar op advies van Jan-Willem Klink hebben we Rijn Baart van Vitesse aangekomen. Rijn Baart is een oude bekend onderhandel van Kees. Die heeft bij Nationaal onder 16, onder 17 ook de rol als... Sorry, wil je niet de rol als keeperstrainer ingevuld. Dank en heeft Vitesse ook gewoon heel goed werk geleverd. Dus wij zijn gewoon in ieder geval heel blij dat we de staf weer compleet hebben. Wat je straks aangaf, essentieel. De staf blijft. De staf heeft zich wel bewezen. Wat ook terecht werd gezegd, zonder publiek misschien ook wel de kans gekregen. Mm-hmm. Aan de andere kant denk ik dat je soms ook het publiek, zeker in Deventer, zal je eerst proberen vooruit te duwen. En als dat niet lukt, dan gaat het... tegen je keren. Dus dat hebben we ook gemist. Ik denk dat het ook wel een compliment is naar de selectie. Omdat het onder hen rare omstandigheden toch hebben ze gewoon heel knap gedaan zonder publiek. Het is al niet om aan te gluren op tv. Dus om het te spelen is natuurlijk ook een hele andere dimensie dan met publiek. Dus ik denk dat dat ook wel een kanttekening is. Maar dat waren mijn twee nieuwtjes. En voor de rest laat ik het hierbij. Ga ik nu lekker naar huis. Fijne avond. Martijn Bedden, felicitaties op zijn plek, denk ik, hè? Ja, dankjewel. Ja. Is snel gegaan, dat past ook wel bij jouw snelheid. Ja, ik vind dit een fantastische club, dus ik ben blij dat ik straks langer verbonden ben aan deze club. Ja. Nou, fijn. En dat het de Eredivisie is. Is net op een niveau, hè? Leuk, top. Wij moeten naar het veld. We moeten echt even naar het veld en dan kunnen we hier zo dadelijk aan tafel verder. Want er staan nog wat mensen klaar op het veld en die worden ondervraagd door Sjors Brugge. De volgende gasten staan alweer naast mij. Niet heel onbekend. Serge André, Sebastian Voortman, ook wel bekend als DJ Baas. Serge, welk kader gisteren? Volgens mij zat de hele selectie bij jou op terras. Dat was een gezellige bende, ja. Dat, absoluut. Ja, dat is afgesproken werk. Kwamen ze naar jou toe? Hoe ging dat? Dat was geheel spontaan. En ik dacht, hey, ik ken die gozer ergens van. En toen dacht ik ken die, het was best wel druk. Ik ken die andere. Hey, wacht even. Kwartje viel? Daar zijn er wat meer van. En toen kwam Beukema en dacht ik, ja, oké, dat is de normaal, normaal zijn jullie allebei op de B-side. Nu de jongens. Bij jou op het terras, ja. Ik denk dat het niet mooier kan zijn na zo'n avond, woensdagavond. Dat is een groot compliment. Hè? Ja, dat denk ik ook. Sebastian, ja, volgens mij kennen mensen jou meer als DJ Baas. Maar goed, ik noem je gewoon met de voornaam, want ik ken jou wat langer. Mag ook. Laatste promotiefeestje, wat waren van Go Ahead? Volgens mij stond jij toen op het podium. Ja, klopt. Ja, ik stond woensdagavond stiekem ook op de Brink. Met een paar duizend man minder dan 5 jaar geleden. En dat deed me wel even herinneren aan die avond, want... zo hoort het eigenlijk wel te zijn. Ja, dat je gewoon een groot podium bouwt, de muziek knijterhard aan hebt. Met ik denk 10.000, 12.000 man op de Brink gestaan 5 jaar geleden. En nu waren het er stiekem 2.000, misschien 3.000. Ja. Minder? Nou, minder, ja.
Nee, maar ja, normaal, Serge, bij jou in de kroeg, ik ben er ook altijd een van die graag bij jou binnenkomt. Ja, de kroeg was leeg met een van de wedstrijden waar normaal gesproken de kroeg bom en bom vol zit. Ja, het is vrij bijzonder om zo'n moment mee te maken en dat je ja, niet alleen maar met mijn meest speciale gasten, mijn pa en mijn ma, dat je daar aan zo'n potje zit te kijken en denkt van ja, gaat het zo nog los en wat dan ook. En, ja, liefst gooi de deur open en verwelkom je de vaste gasten en dan is het met elkaar feestvieren. Tot aan het plafond en verder. Ja. Weet we alles van, dat gaan we niet ontkennen. Hey, maar jullie zijn ook allebei begenadigd voetballers van FC Binnenstad. Je hebt Goat Eagles in Deventer, maar daarnaast heb je eigenlijk ook FC Binnenstad. Op plek 2, hè? Plek 2. Nou, ja, zo'n beetje wel, maar de marketing erachter die zit wel snor. Maar ja, we gaan nu vaker naar de zondagmiddag toe voetballen. Heeft het consequenties voor jullie voetbal? Voetbal is zaterdag, vertel neem zaterdag, ons mee. Hè? Zaterdag. Zaterdagmiddag. Daar hadden we al bewust voor gekozen. We zeiden van, nou ja, er zit natuurlijk gewoon een kans in dat we promoveren. En dan moeten we wel beter op zaterdag gaan voetballen. Sebas, op welke speler heb jij de afgelopen jaren een beetje gelet? Natuurlijk veel voetbalwedstrijden op tv gezien, maar op wie let jij dan? Wat is jouw positie in het veld? Niet per se mijn positie, maar het is natuurlijk superleuk om te zien dat Sam Beukema doorbreekt en het fantastisch heeft gedaan dit seizoen. Echt Dave de Jonge. Ja. En verdient een fantastische transfer, maar verdient ook zo'n afscheid met zo'n finale. Ja, dat is geweldig om te zien. Nou, ik denk dat dat buiten kijf staat, maar ja goed, Dave de Jongens die bij Go Ahead doorbreken, nou goed, ik denk dat dat het mooiste voorbeeld is. Welke aardig gisteren? Ik kan me nog herinneren, Joey Suk de vorige keer. Ja goed, je hebt, de voorbeelden zijn er over. Met bruik en alles. Dus, ja. Sikora, ook zo'n David jongen die het ver heeft geschopt. Maar ik wil nog even meenemen naar het Welletras gisteren. Dat raakt op een gegeven moment bekend. Hè? De twittertjes, de Instagrammetjes die volgen. En op een gegeven moment is de Wellekade stroom vol. Hoe ga jij er mee om als degene die daar de biertjes verkoopt en de wijntjes verstrekt? Nou ja, gewoon zorgen dat je voldoende voorraad hebt. Zo koud mogelijk en zoveel mogelijk hebt. Ja. Nee, natuurlijk. Weet je, we hebben natuurlijk nog steeds wel iets corona-achtige toestanden. En op zo'n moment, ja, het is een vrije dag voor iedereen. Toevallig zit iedereen ook nog in een roes. Heel Deventer leeft in een roes, denk ik, op dit moment. Iedereen die zweeft over de Wellekade en van jongens, wat is er eigenlijk in godsnaam gebeurd met z'n allen. EK staat voor de deur. Nou, we zitten nog steeds met strakke regels. Hopelijk gaat het iets beter. Ja, dan, de cijfertjes zien er goed uit, dus hopelijk weer lekker in de kroeg en in de stadions. En vooral ook in de stadions. Ik bedoel, hier moet het gebeuren, toch? Ja. Dit is de plek, dit is de plek. Ja, je net liep het veld op om ons klaar te maken voor de interview. Jij gaf aan, ik heb nog nooit op dit gras gestaan. Nee. Sebastian, jij ook nog niet? Nee, absoluut niet. Hoe bijzonder is dit? Ja, dit is toch geweldig? Ja. Kijk, voor jou is het misschien anders, maar wij zijn maar een stel idiote Deventenaren die hier om de week staan te juichen en de andere week bij hem in de kroeg staan. Ja, dat is toch kick om hier een keer te staan. Ja. Wij gaan zo meteen nog even een paar slijdings oefenen op het veld en dan kunnen die jongens het gras meenemen naar huis. Ik ga even op zoek naar de middenstip. Wij gaan terug naar Erik en Rob bovenaan in de Business Club. Sjors daar op het veld. We gaan hier verder. Ik zal gaan zeggen in de studio. Dat is het niet inmiddels, hè, want het is gewoon lekker druk. We hebben de hengel bij het sfeerteam, want het sfeerteam is ook heel belangrijk geweest. Ook zelfs in coronatijd voor Go Ahead Eagles. Als de hengel daar naartoe gaat, naar het sfeerteam, daar zitten twee mannen. Fabian? Ja. Ja, wat is de vraag? Wat is jullie rol geweest het afgelopen jaar zonder publiek? Wat hebben jullie gedaan? Doeken geschilderd, ook het uitwedstrijd natuurlijk de doeken op de publiek zijn neergelegd. Twee uitwedstrijdacties georganiseerd, de laatste tegen de Graafschappen. PNV had een mooie doek op het uitvak. Ja. En dat hele grote doek, 100 meter? Ja, de laatste wedstrijd is inderdaad die grote doek op mijn voetbal. Ja, voor mij zijn we wel druk op onze manier weer geweest. En wat is jullie eerste actie op het moment dat het straks allemaal weer kan? Het stadion vol zit, op eredivisieniveau. Wat gaan jullie dan doen? Ja, al over nagedacht? Lastige vraag, gaan we weer op de tafel zitten, zeg maar. Maar dat zal ongetwijfeld iets uniek zijn. Oké. Dankjewel, man. Beste man. Sportchef van de jeugd. Fijn dat je bent. Eerst ook in de uitzending van Go Ahead XXL. Daar is alles ooit mee begonnen. Ja, compleet gesponsord ook. Ja, toch? En we zijn een jaar verder. En hoe is het nu?
Ja, het is natuurlijk fantastisch. Het is ongelooflijk. Het is, nou ja, wat iedereen zegt. Ik zat in dat nieuwjaarsconferentie. En ik zeg, joh, het kan niet snel genoeg gaan om Eredivisie te spelen. Daar ben ik ongeduldig in. En verdikkie, we zijn gepromoveerd. Ongelooflijk. Vandaar die champagnefles? Ja. Gaat die nou leeg spuiten? Nou, als het over jou mag, dan doe ik het. Nee, maar dat wou ik wel even doen. Doe maar, een slokje kunnen maken daar. Geef gas, man. Ja, mooi. Door de best een hele kurk. Ik kom aan. Een hele mooie. Ziet er mooi uit, man. Ja, ja. Maar hoe heb jij dat beleefd, die laatste minuten? Nou ja, wij zaten allemaal naar dat scherm te kijken. Ik heb geluk gehad dat ik daarbij mocht wezen. Ja. En ja, ongelooflijk. Ja, dan is die laatste minuut geweest. En dan rent iedereen naar Kees toe. Nou, ongelooflijk. Ja, maar dan nog steeds besef je het toch niet? Nee. Nee, zelfs naar huis rijden niet. Nee, nee. En wat ik zeg, ja, die mannen die hadden de opmerking, ik zit hier al 50 jaar. Ik zit hier net. Maar het is een ongelooflijk geluksvogel ben ik. Zeker. Je straalt er ook uit. Ja, zeker. Ja, maar zo. Klasse. Ja. Toch? Hè? Nou, zwijt op de kurk. Nee, dat is mooi. David van Zijl, is dit de meest opmerkelijke promotie? Jij zegt... Wacht even. Eus. Wat jij beschrijft over het niet beseffen wat ja, het gebeurt. Precies. Dus. Ik weet niet of meer mensen dat nu hebben, maar... Nou, dat kunnen wij ook wel beamen, hoor. Ja, het voelt heel gek alsof het niet echt gebeurd is. Ja. Het is niet gedaald. Als een soort droom, als een soort boek. Ja, het woord surrealistisch viel ook al een paar keer, hè? Ja, hoe vaak heb je geknepen, Alex, in je arm? Nee, ja. Het is nog steeds heel onbegrijpelijk, ja. Onvattelijk zelfs. Ja. Ik denk nou dat... ja, even tussendoor. Ja, en ik was rustig. Alex, die zat twee stoelen naast mij. Vanwege de corona. En toen zegt Alex, nou, 3-4 keer tegen mij, dat gaat gebeuren, man. We gaan winnen. Wat zit je nou te... Ik was ook echt niet nerveus, want ik wist dat we zouden winnen. Ik wist dat we echt niet voelde. Ik wist het. Alleen de gast. Daar ging het ook. Wat doet de gast? Ja, precies. Dus ik had me ook niet voorbereid op dat dit zou gebeuren. In mijn hoofd had ik eigenlijk al, zouden we de play-offs gaan spelen, gek genoeg. Ja, maar we gaan even... Maar ik wist dat we daar zouden winnen. Alex, even naar Koos Lucas, want we hebben een artikel gelezen in de Stentor. Dat mogen we wel even noemen, hè, de Stentor. Ja, zeker. En daar stond jij in. En jij hebt een voorspelling gedaan. Ja, van voor wie maakt de meeste kans? Ja, de week ervoor natuurlijk hier aan tafel gezeten. Toen heb ik het ook aangegeven. Ook in de Stentor van we maken gewoon een goede kans. We zijn natuurlijk wel afhankelijk van wat de Graafschap gaat doen. Ja. Maar ik denk dat ik ook voor het team spreek. We hebben wel het gevoel gehad van er is echt wat te halen. En het gaat ook gewoon gebeuren. En het gebeurde ook. Dus geweldig. En kun jij het beseffen, Boyd? Nee, nog steeds niet. Dat gaat nog wel even duren, denk ik. Ja, toch wel? Je bent nu Eredivisie-speler, hè? Ja, ongekend. Ja. Ik was mooi dichtbij, maar bewaren we volgend jaar. Hey, gaat ook een mooi stapje omhoog nou, hè? Ja. Ook niet onbelangrijk. Was het maar. Oh, heb je dat niet binnen je contract afgesproken? Nou, wie weet. Wie weet, okay, goed zo, jongen. Maar Rob, hoe is het voor jou? Want jij is het bij jullie een beetje geland? Als ik even over mezelf mag spreken, bij mij is het nog niet echt geland. Ik zit er nu eigenlijk ook een beetje bij, niet mezelf zijnde. Het is surrealistisch, ik kan het nog steeds niet bevatten. Nee, exact hetzelfde. Ik stond, ik was erbij in Rotterdam en dan ben je live daarbij. Daarna hebben we van het Valk Hotel gegaan waar de bus aankwam. En dan spreek je al die supporters, die hebben hetzelfde gevoel van wat is er eigenlijk gebeurd. Het is zo snel gegaan en in één keer ben je eredivisionist. Het is bijna ongelooflijk. Ja. Surrealistisch is misschien wel het meest logische woord daarin. Ja. Ja. Rob, je hebt je net kwetsbaar opgesteld, maar hoe heb jij dat beleefd als wethouder, die laatste minuten? Als wethouder, gewoon als supporter. Ik bedoel, ik schelde naar mijn iPad. Omdat de scheidsrechter veel te veel tijd bijtrok. Ik bedoel, die minuut duurde zo lang. Ik zag al RKC all over. Ja. Daar was ik echt bang voor, dat hij er echt op het laatst nog in zou gaan. Bij de Graafschap dan in dit geval. Bij Go Ahead, weet je, dat wist ik op een gegeven moment. Dat was gewoon gebeurd. Maar dan, je zult zien dat het niks uitmaakt, die winstpartij. Ja. Dus, Dieperink liet het wel heel lang op zijn beloop, hè? Vijf minuten erbij. Vijf minuten en volgens mij maakte hij er uiteindelijk 6,5 van of zo. Ja. Weet je, dat is net genoeg voor dat doelpuntje wat er dan invalt. Dus, Nou ja, die lag er ook bijna in. De laatste seconde van de Graafschap, bijna. Ja.
Toch? Heb je hem gezien? Nee. Nee, je hebt niet gezien. Het scherm liep achter. De jongens volgen het op de telefoon. Dus gelukkig heb ik de laatste kans gemist. Ja. Ben je echt de Eagles-supporter, meneer de Benno? Ja? Die wedstrijd ervoor, tegen wie speelden we toe? Ja. Oh, ja. Hoeveel werd het? Weet je niet meer? Hammersport 5-1, toch? Dat is goed, mooi dat je weet. David van Geel, wat is de meest bizarre wedstrijd die jij meegemaakt hebt als Eagles-supporter? Want je bent al lang Eagles-supporter. Goeie vraag. Is dat die wedstrijd de RKC of gaan we het daar nooit meer over hebben? Nee. Ja, nee, dan moet je die vraag ook niet stellen, Erik, als we het er nooit meer over gaan hebben. Nou ja, die RKC, daar heb ik van de week nog wel even aan gedacht. Overigens, dan krijg je wel wat eelt op de ziel. Dus dan kun je ook wat beter tegen de spanning, zeg maar. Dat, nee, het is wat ik heel mooi vond, daar noem ik een rare wedstrijd op. Ik heb de eerste wedstrijd na de terugkeer van in 2013 gemist. Na de promotie van 2013-17 jaar Eerste Divisie. En dan de Eredivisie in. En toen. Eet smakelijk, jongens. Dankjewel. Lekker smakelijk. Dat kan allemaal hoor. Ruik ik nou pizza? Ga verder, David. Ik ruik gewoon pizza, hè? Dat hebben ze woensdag ook al gegeten, toch? Ja, hè? Maar ga verder, David. Nee, maar wat ik mooi vond is dat ze toen. Toen speelden ze tegen Groningen. Dat was een wedstrijd, uiteindelijk werd dat geloof ik 3-3, maar waar ik toen zo van verbaasd over was, is dat toen Go Ahead over de middenlijn kwam, of bij de IJzertribune, dat echt iedereen opstond en iedereen zo vol achter stond en de vibe die in het stadion zat. Mooi. En dat was echt geniaal. En ik denk ook dat het daarna, zeg maar, vergeleken met dat seizoen, want we zijn ook al wel weer verwend geraakt toen in de Eredivisie, vonden we eigenlijk ook al weer normaal toen. Toen de tweede keer omhoog en vonden eigenlijk al toen de eerste keer dat ik het nog weer gevoeld heb is tegen de Graafschap, die 4-1 door de week toen. Dat je eigenlijk de promotie tegen de Graafschap voor elkaar maakte met de koning toen. Dat vond ik ook wel een avond, dat je, nou, wat je dan op de tribunes voelt. Voor een goal, hè? Kipvel, dat is gewoon een keer... Ja. Ik kijk YouTube, ik heb de filmpje 100.000 keer terug en toch... Ja. Ja, die kogel deed niet mee en die zit daar naast je. Dat is geweldig. Dat is geweldig. En ik denk ook niet dat er veel clubs zijn in Nederland, sowieso niet, waar dat zo extreem grillig en opportunistisch is als hier. Nee, hè? Mooi kijk, woord. Dus dat... Maar tegelijkertijd ook, David, wat je ook ziet, en daar steun ik Angelo ook wel een klein beetje in. Op het moment dat je het gras opvreet en je verliest met 3-0, dan zegt geen supporter. Nee, niks. Helemaal niks. Dat is essentie. Ja, helemaal niks zeggen. Maar dat zie je ook weer terug dit jaar, hè? Martijn en Boy, dat betekent dus volgend seizoen het gras opvreten. Maar dat hebben jullie dit seizoen ook wel laten zien, hè? Ik denk dat we al niet anders hebben gedaan. Het was ook heel veel gewoon echt voetballend, hè? Voetballende oplossingen van achteruit. Ja, mooi. Ja, ik denk dat het wel... Het was gewoon... ik heb het als heel bijzonder ervaren hoe wij als team dit jaar samen hebben gewerkt. En iedere dag gewoon over gesproken hoe het beter kon gaan. Dat is wel echt bijzonder. Ja. En ik denk dat dat ook de reden is dat we promoveren. Maar jullie zijn nog jong, hè? En daar heb je dit al voor elkaar. Ja, daarom. Hey, echt klasse, hoor. Ja, super. Het was echt gewoon een fantastisch jaar. Ook al heb ik niet volledig... Je was belangrijk. Kom maar, je was erbij. Ja, het was gewoon echt goed samenwerken. En vanuit de staf is dat ingezet. En door de hele selectie is dat opgepakt. En iedereen heeft elkaar iedere dag naar een hoger niveau getild. Ja, daarom zijn we gepromoveerd, denk ik. Ja. Jullie hebben net afscheid genomen van elkaar hiernaast. Hoe was dat? Ja, op het moment ook wel een beetje emotioneel natuurlijk. Omdat het best wel een bijzonder jaar was. Waar veel dingen zijn gebeurd. Ook met Mitchell natuurlijk. Maar ja, wat als... Ja... Het heeft ons ook dichter bij elkaar gebracht en iedereen leefde daar zo erg in mee en hoe we daar toen naartoe zijn gegaan, dat was dat had heel veel impact op de hele selectie. En hij gaf het net zelf ook aan, hij gaf even een speech bij het afscheid en dat raakte mij persoonlijk en waarschijnlijk spreek ik dan voor de hele selectie. Dat raakte mij heel erg, omdat dat gewoon echt... Voetbal is emotie, jongen. Ja. Klasse. Nee, en dat is ook het mooie aan voetbal natuurlijk, dat het zoveel emotie heeft. Ja. Klasse. Je peert toch ook wel Go Ahead eigenlijk, hè? Ja, mooi te horen. Ja, tuurlijk. Je hebt het team, dat is niet normaal.
Hoe ze voor elkaar staan, het is gewoon geweldig hoe jullie maar kan gewoon super. Maar die promotie in 2016 was het met die Chris. Dat, die kwam ook in die documentaire toen nog aan bod. Ja, die jongen die zo ziek is. Maar dat is wel het mooie van deze club. Dat ook al sta je bij wijze van spreken 16 in eerste divisie, dan gebeurt dat ook. Het is ook niet inherent aan het succes. Het is gewoon omdat dat is het. Ja, dat heeft deze club gewoon in zich. Je ziet als schimmelkaas, je houdt ervan of je houdt er niet van? Ja. Jij niet, hè? Eus. Je begint al raar te praten. Eus hoor. Door dadelijk moet ik eraan denken. Kijk, toen kwamen wij terug na zoveel jaren in de Eredivisie. Overal vol. Kijk, je hebt een Willemuur, behalve één vak. Dat was hier met de bedrijven, de sponsors en zo. Gaan we het hier ook echt vol krijgen? Goeie vraag. Nou ja, kijk, als je kijkt dat vanuit de hoofdtribune 90% vorig jaar had aangegeven om erbij te blijven. Dat betekent van de 1200 dat we 900 stoelen al bezet hebben. Wat vaak het verkeerde beeld geeft. Ik zit ook regelmatig bij 17 en in 19. En dan kijk ik en denk, jeetje, hoe kan dat nou? We hebben zoveel kaarten eigenlijk verkocht. Hè, meer dan zeg maar drie kwart. Maar er zit ook best wel, ja, dat heeft, is het feit dat wij hier ook de bar open houden tijdens wedstrijden, dat mensen dus uiteindelijk dan ook binnen blijven. Oké, dat is dan het gevolg van deze regeling, van de pachter, om open te houden. Maar ik denk zeker dat wij het komend seizoen dat wij de hoofdtribune vol hebben. Absoluut. Maar waarvoor blijven jullie open? Is dat puur voor de omzet? Nee, je moet het voorstellen, wij hebben hier een pachter. En die probeert zijn geld te verdienen. En dan kan ik wel zeggen, joh, hè, en dat was een contract met een pachter, die had daar bepaalde regels. Dus je kan je niet opeens zeggen, je mag nou opeens meer, gedurende de wedstrijd mag je niet meer tappen. Nee, en dan nog, uiteindelijk iedereen komt met een ander doel naar het stadion. Logisch, hè? De een wil een biertje drinken, de ander wil sociaal, maatschappelijk gewoon... En je hebt ook betalende klanten, dat is een belangrijke vraag, toch? En netwerken. Anders koopt heel vaak 17 alles op. Ik vind het wel een hele relevante vraag van Eus. Want kijk eens hoe je. Wij zitten dan daar in de hoek op de nieuwe. En we kijken op de tribune, de hoofdtribune, het is gewoon leeg. Ja, jammer zo. Zeker als je naar de overkant kijkt, dan zien we waar zijn soms. Maar dat is dus het gekke, en dat zie je dus niet. Van de 1224 stoelen hebben wij er eigenlijk vanuit verkoop 900 weggezet. Ja. Maar dat zie je dus niet meer. Nee. Is het dan ook zo dat er nu geprogrammeerd zijn middelbedrijven zich al hebben gemeld? Dat is sowieso al voor de promotie. Merken wij al dat er meerdere, dat er nieuwe bedrijven gaan komen. Hè, waar we ook mee in contact zijn. Er zijn eigenlijk vanaf de promotie nu al de nodige partijen die gezegd hebben, we willen meer stoelen, we willen uitbreiden. Nou, dus dat, en wij gaan ook niet echt gekke dingen doen. Hè, dus je kan hier eigenlijk al vanuit de buitenkant. Voor 1000 euro heb je al een business sheet. Dat zal iets hoger geworden in de Eredivisie, een 20%. Maar dat, uiteindelijk valt het ook wel mee. En dat, daarmee haal je, als je het zakelijk bekijkt, haal je dat ook zeker er weer uit. Gewoon 100% zeker. Dus daarom maken we ons daar nou niet al te veel zorgen om. Die hoofdtribune gaat in ieder geval vol. En we gaan zelfs kijken om misschien wel eens iets met een systeem te doen dat als iemand nou niet kan. Dat hij als waarde die kaart weer beschikbaar stelt. Als die camera gewoon hier blijft staan, is het, vind ik het goed. Want het is geen porum als je op de andere kant staat. Ja, toch? Ja. Het is goed zo. Maar soms moet je misschien op het veld ook iets anders gaan doen. Laat maar Jos kijken hoe hij dat ingevuld heeft. Want hij staat immers beneden op het veld, volgens mij met twee charmante dames. Ik heb hem zeker. Laatste veldgesprek van vanavond. Maar niet de minste. Ik sta naast Lisa en naast Carlijn. Drijvende krachten op gebouw Larenstein. Het is een beetje een begrip, hè? Want je hebt het stadion in het veld, maar je hebt eigenlijk ook het gebouw Larenstein wat erbij hoort. Lisa, kan ik jou noemen als de rechterhand van Jan-Willem van Dop? Dat kan, maar ik ben ook commercieel binnendienst medewerker. Kijk, je doet dus nog meer eigenlijk? Ja, kijk, maar dat doen we allemaal. Nou ja, maar goed. Carlijn, wat is jouw functie eigenlijk op Larenstein? Ja, ik ben werkzaam als commercieel medewerker buitendienst. Dus ik ben eigenlijk, als ik mijn werk goed doe, heel veel op pad. Ik probeer eigenlijk het relatiebeheer met de bestaande partners te doen, daarnaast acquisitie. Dus ik hoop dat wij richting het nieuwe seizoen ook gewoon een hele volle hoofdtribune mogen hebben. Ja, het stapje zal nu wat makkelijker zijn misschien? Ja, we merken zeker woensdag, we wisten het eigenlijk nog niet eens wel of niet gepromoveerd. En toen kwamen de appjes al binnen. Ja. Dat geeft gewoon heel veel vertrouwen voor het nieuwe seizoen. Ja. Nou, hopelijk dat wij inderdaad de rood-gele en de zwarte stoeltjes wat meer gevuld zien worden. Dat zou echt heel fantastisch zijn.
Lisa, neem ons eens even mee. Woensdagochtend, jij komt op kantoor. Er wordt een belangrijke wedstrijd gespeeld. Ja. Wat gaat er op het kantoor? Is iedereen in spanning of doet iedereen rustig zijn werk? Of neem ons eens even mee. We proberen met z'n allen rustig ons werk te doen, maar we merken wel dat iedereen heel gespannen is. En iedereen loopt veel rondjes en is veel aan het bellen. Ja. Maar het is toch anders dat het uit is dan thuis. Dus dat merken we wel. En ja, verder was het een normale dag. Een normale dag, kijk nou. Okay, ja. Voor mij was het geen normale dag, geef ik even heel eerlijk toe. De spanning was niet om te snijden. Maar goed, jullie kennen de spelers, jullie kennen echt alles wat om de club heen beweegt. Dat kennen jullie gewoon, want ja, iedereen komt eigenlijk bij Larenstein binnen als er wat moet gebeuren. Ja. Commercieel medewerker binnendienst. Hou jij je bezig met contracten? Of? Ja, nou, ik ben eigenlijk een beetje de rechterhand ook van Carlijn en de andere accountmanagers. Dus alles wat zij bespreken met de sponsoren en wat daaruit komt, dat mag ik verder uitvoeren. Dus ik zorg ervoor dat ze hun parkeerkaarten krijgen en hun kaarten en alles wat erbij hoort. En ik neem dus aan dat je wat kaarten die voor scouts die hier naar binnen zijn gekomen, die heb je even achtergelaten, zodat er wel spelers overblijven dit jaar? Ja, nou daar ga ik helaas niet over. Dat doet mijn collega Monique. En dat doet ze heel goed, maar daar hou ik me niet mee bezig. Ja, dat is wel een mooi punt, want volgens mij zijn de dames goed vertegenwoordigd op het gebouw. Zeker. Tenminste, als ik zo wat namen hoor, Klein. Ja, we zijn zeker met heel wat dames. Wat dat betreft zitten we echt in de mannenwereld. Maar ja. We zijn met de dames op kantoor ook heel goed vertegenwoordigd. En wat daar eigenlijk ook gewoon het mooie aan is, of het nou dame of heer is, we zijn echt een team. De spelers zijn hier een team en dat hebben ze ook laten zien dit seizoen. Maar wij met elkaar zijn ook een heel mooi en hecht team. Nou, ik denk dat dit een hele mooie afsluiter is voor het interview op het veld. Lisa, Carlijn. Ik denk dat het goed is dat ook jullie gezichten worden getoond. Ja, jullie hebben ook te maken met de promotie. Ook jullie uiteraard van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Erik, Rob, jullie mogen het overnemen. Ja, dankjewel Sjors. We gaan hier verder. We hebben nog ongeveer 10 minuten. En als we af mogen gaan op de Twitterberichten, dan is iedereen laaiend enthousiast. En mogen wij nog doorgaan tot 12 uur? Gaan we niet doen. 9 uur is de afspraak en dat gaan we ook zeker doen. Maar Twitter is zeer enthousiast over de uitzending vanavond, Jan-Willem van Dom. Zou jij nog iets willen zeggen trouwens tegen de supporters? Want jij bent altijd wel de man die zich richt tot de supporters. Ja, wat mij erg is opgevallen en dat is altijd wel helaas wat een beetje hoort bij het vieren van een promotie. Hè, of het erin blijven of kampioen worden. Dat het altijd wel een bepaalde druk geeft op met name de politie. En als ik dan zie hoe wij uiteindelijk met heel veel moeite het hebben moeten organiseren. We konden niks organiseren, we mochten niks organiseren. We moesten het eigenlijk maar een beetje aan het toeval overlaten. Mm-hmm. We hebben geprobeerd te anticiperen. En als je dan ziet wat met medewerking onder andere ook van Hotel Deventer. En we zouden het bedrijventerrein uiteindelijk gaan supporters gaan lopen. Ja, en als ik dan hoor van uiteindelijk de leiding van de politie. Dat zeg maar nadien dat bij een reguliere zaterdagavond er meer aanhoudingen zijn geweest dan bij onze huldiging. Ja, feesten kunnen we wel. Ja, dan moet ik een groot compliment geven aan de supporters. Ja. Want ze hebben zich eigenlijk, vind ik, voorbeeldig gedragen. En tuurlijk is er zal ongetwijfeld, maar dat is overal. Hè, er is weer wat vuurwerk. Dat hoort er nou eenmaal bij. Maar nogmaals, er zijn geen rellen geweest. Het is voorbeeldig gegaan. Ja, en mag ik even inhaken, alsjeblieft? Ik geef ze echt een groot compliment. Kijk, en dat staat in contrast. En daar staat in contrast met wat er net aan de andere kant werd geroepen. He, als iemand net binnenkomt, hoor dan wat je zegt. Het is allemaal perfect gegaan. Ja. Alles kan. Het is goed en toch. Nou ja, toma. Ik zeg het niet meer. Het was een goed feest. Ja. Ik denk voor sommige jongens. Die nog nooit met publiek hier hebben gespeeld. Ik denk bijvoorbeeld aan J. Gotter. Die heeft nog nooit hier gespeeld met publiek. Die heeft nu met eerst kennis kunnen maken wat het publiek wel niet kan betekenen. Wat het betekent, deze club voor het publiek. Ja. Ik denk dat wel een mooie. Ja, ook met de uitwedstrijden, dat ze klaar stonden met de fakkels. Ja, dat begon een paar wedstrijden voor het einde van de competitie. Ja. Iedereen dacht van, we gaan de play-offs in. Ja. En noemen ze ook begrippen. Voor het feit, want tuurlijk hadden wij ook voor ogen en we hebben diverse overleggen gehad met gemeente, met politie. Hè, zouden we nou toch niet hier weer terug mogen komen? Nou, uiteindelijk, ik had zelfs een scenario dat we hadden al een hotel geregeld in Rotterdam. Omdat we waarschijnlijk helemaal niet terug zouden komen. Nou. En gelukkig kan je dan weer je ervaring opdoen vanuit andere clubs. Leeuwarden, toen die promoveerde, niet kampioen, maar die kwamen van een uitwedstrijd. Ja.
Ja, dat scenario was ook daar besproken. En dan kan je dat gelukkig ook op tafel leggen bij je partners. Van oké, okay, dan is dat dus geen optie meer. Dan doen we dat niet. Nou, dus ook dat partnership met gemeente, met politie, is gewoon fantastisch geweest. Ja, nou, dat, is, dat statement heb je gemaakt, ja. Jan-Willem van Dop. Ik wil even iets anders inbrengen. Dat is van de supportersvereniging. Dan mag ik even zeggen, dit Co-Head-spel, Co-Head Quartet, er is veel over te doen geweest. Nou, dat is gewoon te koop in de fanshop, 10 euro. Ieder lid van de... ja, van de supportersvereniging. Als je lid bent van de supportersvereniging. Je krijgt zo'n ding thuis. €2,50 gaat naar een goed doel. Ja, het is gewoon een fantastisch leuke... Hebben jullie man? Wat een speel, man. Je hebt de hele zomer nog. Ja, het ziet er fantastisch leuk uit, jongens. Dus, ik ben niet zo'n kwartet. Ik ben meer van het trio. Je bent... Gewoon echt voor het kwartet. Je bent wel Dat was dat de bedoeling. Dat heb ik eigenlijk zo. Jij zou heel adres zijn. Jij zegt gem eraf. Ja, dat neem je heel. Dat neem ik heel. Fantastisch hoor. Heel goed. Goed, nog 10 minuten hebben we te gaan. Tot het einde van de uitzending. En we zitten hier eigenlijk om de promotie van Go Ahead Eagles te vieren. Want zo onverwachts als het kwam, ja, daar moeten we het eigenlijk over hebben. En dan ga ik toch even weer naar Boyd. Boyd, de beleving op het veld, je hebt daar iets over gezegd. Dan ga je de bus in. Ik zie nog een berichtje langskomen samen met Sam Beukema. Wij staan daar en daar. We komen daar aan. En daar stonden op een gegeven moment een paar honderd supporters jullie op te wachten bij het post. Nee, het post hier niet, het Van der Valk. 100 of? Ah, waren wel een paar duizend hoor. Iets meer. Ik denk iets meer. Ik ben daar wel zeker. Nou, laten we zeggen, iets meer supporters. Gemeente zal niet leuk vinden, maar... Hoe kwam dat over? Ja, dat beleef je natuurlijk. Dat is supermooi. Als je ziet wat daar voor een belevenis is met die mensen. Het vuurwerk, het juichen, het schreeuwen. Ja, dat is ongekend mooi. Mega drukte. Ja, het maakt je mee. Het is een onvergetelijk moment. Niet alleen voor mij, maar ik denk voor iedereen. En dat is uiteindelijk is dat supermooi. En daar heb ik alleen maar van kunnen genieten. Ja, je hebt natuurlijk al veel gehoord over hoe het in Deventer tekeer kan gaan. Ja. Hè? Als het stadion echt vol zit. Dat heb je niet meegemaakt dit seizoen. Nee. Maar je maakt het dus mee bij een promotie. Op de Brink was het heel druk. Maar ook dus inderdaad toen jullie aankwamen bij het hotel. Ja, dan was het mega druk. Uiteindelijk denk ik ook wel een gemis dat we geen echte huldiging hebben kunnen meemaken op de Brink met 10.000 man. Dat is wel een gemis. Dat is het enige wat ik nu nog steeds wel jammer vind. En wat ik misschien in de toekomst ook nog wel hoop mee te maken hier. Maar uiteindelijk heb ik... Ik denk dat de wethouder wel blij mee is. Hè? Jij zal er wel blij mee zijn, denk ik. Elke wedstrijd wordt gewonnen, jongen. Dat maak je zoiets mee. Zou het uiteindelijk is het alleen maar mooi wat we al hebben meegemaakt. En misschien nog wel mee gaan maken aankomend seizoen. Dus ik ben een dik tevreden mens. Mooi, ja. Man. Een vraag. Zou het iets zijn om een uitgestelde huldiging te doen? Bijvoorbeeld een week voor de aanvang van de competitie, als het allemaal weer mag. Ook een vraag aan Rob de Geest. Zou daar goedkeuring voor komen? Een uitgestelde huldiging? Is dat ik kan natuurlijk. Ja. Steef voor alles kan. Als alles kan, dan is dat een mooie gelegenheid natuurlijk. Als iedereen gevaccineerd zou zijn en de beperkingen zouden eraf zijn, dan kan het. Maar weet je, we weten ook heel eerlijk dat natuurlijk in augustus, wanneer de competitie weer start, dat waarschijnlijk nog niet het geval is. Weet je niet. Ik heb wel een alternatief. Kijk, Alex, als je het heel simpel. In de huidige omstandigheid hebben wij in de Eredivisie de 18e begroting. De 18e begroting. Ja. Dus we zijn de kleinste club van de Eredivisie. De 18e. Als wij ons handhaven eind van dit seizoen, van het nieuwe seizoen, is het eigenlijk gelijk aan de promotie. En als je dan toch over een huldiging hebt, dan zou ik bijna zeggen, jongens, als wij ons handhaven, laten we dan een heel mooi feest maken. Kijk, op de Brink. Is creatief. Ja. Want ja, dit is mooi. Het is net zoveel waard. Ja. Ja, heel mooi. Ja. Maar dit vind ik al heel mooi, Alex, dat jij zegt dat wij dat Go Ahead wil handhaven. Dat is mooi gewoon. Wat ik eerder zei, dan ben ik ook echt meer kans om te handhaven dan om te promoveren. Ja, is ook zo.
Dus het is echt niet onmogelijk. En je hebt de 18e begroting, zeg je? Ja, we hebben de 18e begroting. We hebben in principe het kleinste spelersbudget, maar dan nog, dit jaar hadden wij de 10e begroting en we zijn tweede geworden. Hè. Dus we hebben een ontzettend knappe prestatie. Je weet niet of je erbij komt, hè, vanuit de play-offs, dus je weet nog niet of je de 18e begroting. Nou, dat weet ik wel. Want alle ploegen die nog meedoen, die hebben een grotere spelersbegroting. Ja, maar het gaat, we hebben daar eerder over gehad, ook in een supportersavond. Eerlijk gezegd, en het is nu ook alweer bewezen, de hoogte van de begroting, daar gaat iedereen altijd heel erg zwaar over doen. Het zegt mij helemaal niks. Het gaat uiteindelijk over hoe je inkoopt, hoe je met je geld omgaat, geen gekke dingen doen. En ik denk dat we dat, denk ik, hebben bewezen, dat we op een hele goede manier daarmee prestaties kunnen leveren. En dat zullen we ook proberen in de Eredivisie weer te doen. Dan gaan we ook geen gekke dingen doen. En dan zal het bij mij eerlijk gezegd, en misschien dat Alex er anders over denkt, het zal maar de worst zijn hoe hoog die begroting is, omdat ik weet dat het geld op een juiste manier wordt uitgegeven. Ja, ja. Helder. Is er nog een streven van 18e begroting naar 16e begroting bijvoorbeeld? Dat is de commerciële hoek. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Dan zal ik. Als je allemaal terug gaat, dan kunnen we het redden, toch? Nee, maar als we kijken, dat is absoluut. Dus niet alleen het stadion, maar ook vanuit de commerciële tak wordt daar heel hard gewerkt om meer mensen eigenlijk aan te haken. Om bij te dragen aan het succes. Ja, dus dat klopt. Vrienden van Goethe. Ja, maar ik vind, je moet het natuurlijk houden. Hè. Je kan allerlei dingen bedenken. We hebben ook begin van dit seizoen was er ook een soort van spelersfonds gedachte. Of vanwege, we kwamen in corona, we wisten helemaal niet wat de maatregelen er waren. We wilden toch de begroting nog op orde houden. Dus je moet het gewoon op eigen kracht moet je het gewoon doen. En daar zijn we heel erg goed mee bezig. Als je mij 2 jaar geleden, in het eerste jaar Stegenman, had gevraagd. Hè, toen zaten we bijna in de Eredivisie. Ik was misschien een van de weinigen op dat moment die er helemaal niet op zat te wachten. Want we zaten ook, het is niet alleen technisch, het is ook de totale organisatie, die moet er klaar voor zijn. Ja, zij zeggen maar, ik blijf hier, ja. Zeg je? Maar zij zeggen maar, ik blijf hier wel, ja. Ja, en nu zijn we 2 jaar verder en hebben we ook in die 2 jaar heel veel stappen gemaakt vanuit een niet-voetbalorganisatie. Ja. Er is een drijf, we zitten in een flow, we pakken door, we geven dingen een kans, maar we doen geen gekke dingen. Wat Stegenman wel zei was, dan moet je nageven, topsportklimaat, dat was er nog niet hier. Ik heb in de club mogen kijken, ik denk dat daar nog wel stappen gemaakt kunnen worden, toch? Tuurlijk, daar zijn... Hè, waar doe je dan op? Ik zag op een gegeven moment een A4'tje hangen, dat jongens met korting hun voetbalschoenen konden kopen op de website. Ik dacht, dat is wel heel armoedig voor een BVO dat ze zelf een voetbalschoen moeten kopen. Nou, dat is apart. Mij viel trouwens dat A4'tje ook op. Van ook een partij dat ik denk van, hey, wacht eens even, wat doet deze hier? Maar oké, maar dat zegt wel iets. Kijk, het is natuurlijk ook zo, alle voetballers hebben vanuit schoenen vaak eigen contracten. Daar kan je als club niks mee doen. Het enige wat je kan doen, is ze verwijzen. Maar goed, dat geldt niet voor iedereen, hè? Nee, ik wou zeggen. Alle spelers hebben de mogelijkheid. Vandaar dat je probeert wel ze te faciliteren. Maar het kan. Uit onze selectie zijn er misschien, denk ik, van de 25. Laat er 10 zijn die een soort van contract of kortingsmogelijkheid hebben. Maar even heel simpel, een tegenargument. Jij wil een inhoudelijk tegenargument hebben. Nee, drie. Maar... Profvoetballer zelf is kunnen komen. Ja, alleen, en dan, ik heb deze discussie in mijn vorige leven ook heel vaak gehad. Met spelers die zeiden, ik verdien eigenlijk wel een contract. Of ik wil schoenen geleverd krijgen. En toen zei ik altijd van, het is wel bijzonder dat een Nike of een Adidas, dat zijn miljardenbedrijven, die sponsoren ontzettend veel spelers. En die houden onderaan de streep nog miljarden over aan winst elk jaar. En die zijn schijnbaar niet bereid om aan alle spelers, zelfs als spelers in profvoetbal, schoenen weg te geven voor niks. Ja. Dat zegt dus eigenlijk iets over het niveau waar wij acteren. Mag ik één ding zeggen? Ja. Vak 17 betaalt het. Ja. Voor de spelers die het niet hebben, vak 17 betaalt het. Wat kost de schoenen nou? Ik kan aan jullie portemonnee kijken, maar... Ja, wij laten alles elk jaar transparant zien, dus iedereen kan mensen, ik ga jullie toch onderbreken. Het is een beetje armetierig dat een speler een documentje kijkt, en dat is toch een kortingscode als je dan speler bent en dat je dan... Maar ik zou je zeggen, zelfs op eredivisieniveau
zijn 12 van de 18 clubs hebben precies hetzelfde issue. Hoe weet je het zo stellen? Omdat ik heb 20 jaar in deze handel gezeten, ja. Dat weet je toch? Ja. Nou, daar heb ik dit allemaal meegemaakt, ja. Met spelers van ADO tot Fortuna, ja. Tot FC, zelfs bij FC Utrecht heeft niet elke speler een schoenencontract, nee. Of krijgt die schoenen van de club. Dat is echt, en wat Jan Willem zei, iedereen heeft ook zijn eigen wensen. Martijn speelt graag op Adidas, Nike, het is Nike. Boyd speelt graag op ook Nike en een ander speelt liever op Adidas. Dus, nou ja. Weet je, ik zie hier trouwens een heel mooi item voor Eus in de Home of Eus met een extra aflevering. Om het over de nieuwe reeks. Nog één. Ja. Ik heb het buiten in beeld gebracht, wat ik het heel opvallend vond. Maar we hebben het er niet over gehad. Maar ja, kijk, als je praat over betaald voetbal, denk je dat die jongens geheel worden verzorgd. En dat is dus ook een misvatting. Nog één ding. We hebben een bedrijf in Deventer, Deventrade, wat een hele goede sponsor van ons is. Ik weet zeker dat die bereid is om de schoenen beschikbaar te stellen. Maar ik kan je ook aangeven dat 50% van die schoenen worden niet gedragen door de spelers, maar worden uiteindelijk gebruikt voor andere doeleinden. Dus schoenen zijn per definitie in betaald voetbal altijd vrij. Individueel. Individueel. Dat wordt nooit door een club geregeld. Ook door een hele leentje. Mensen, we gaan er een eindje aan breien, want het is 9 uur geweest hier aan tafel. Ach, ja, het is we zitten nog met één mysterie, die fles van Ham. Ja, die fles, ik wou net zeggen. Ja, die gaat zo open. Oh, die gaat zo open. Nou, dan wachten we daar. Gaan we naar de gemeente Deventer naar de wet houden, denk ik. Maken we daar met veel plezier gebruik van. Oh nee. En maar ook slokje. Mag ik hem open doen? Ja, we zijn hier van het einde gekomen van weer een bijzonder seizoen, dat was een bijzonder seizoen. Eigenlijk begon het door corona. En de publiek, om die binding te houden, hebben wij bedacht, althans een aantal hele betrokken supporters bedacht om dit Go-Head praatprogramma te houden. En die betrokkenheid die was er. En daar wil ik iedereen voor bedanken. Mensen die... Mooi. Ik wil iedereen bedanken, alle supporters, de mensen hier aan tafel, terwijl de discussie hier gewoon doorgaat. En dat mag, want het is feest. Go Ahead Eagles is gepromoveerd, laten we dat niet vergeten. Terwijl we eigenlijk al een klein beetje vooruitkijken op wat het volgend seizoen gaat brengen. Maar laten we gewoon vooral genieten van deze onverwachte promotie. Rob en Erik, jullie ook bedankt, klasse. Ja, maar dat niet alleen. Super. Ik wil best die dankjewel in ontvangst nemen, maar... Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door heel veel mensen achter de schermen. Ik denk aan Bas Verhaar. Zeker. Ik denk aan Jan-Willem Klink. Sylvester Eijssel. Ik denk aan Van Anouk. Ronnie Post. Jordi Rietman. Dave Jubber. Martin Jager. Anouk Bratek. Henry van der Wetering. Ja, ook. Gerard Wiggers. Jeroen Heijing. Dennis Hendriksen. Paul Tijhuis. Jennifer van Eck. En Kim Hans niet te vergeten. Behalve en ook de mensen die de financiën voor ons hebben geregeld. Om dit programma mee te mogen maken. Beekendam Events. Paul Tijhuis niet te vergeten. En alle gasten en vrijwilligers van de club. Hartstikke bedankt. Het was één grote team waarmee we gewerkt hebben, dus dat was echt fantastisch. Erik, jij ook bedankt. Ja, Rob. En we komen straks in een andere vorm, misschien in een andere aankleding. Wie zou het zeggen? Maar dit was Café 1902 voor dit seizoen. Iedereen bedankt voor de medewerking en alle gasten ook. En laten we nog één keer applaudisseren voor het geweldige prestatie van Go Ahead Eagles. Geweldige resultaat, grote klasse jongens. En niet te vergeten, Kala, dikke kus mij. Met Joey Suk hier. Ik wil iedereen feliciteren met deze geweldige prestatie. Dat we terug zijn in de Eredivisie, waar we thuis horen. Geniet ervan, goed zo, Kroatië. Eagles, van harte gefeliciteerd met de promotie naar de Eredivisie. Het seizoen begon wat moeizaam, maar vanaf het begin af aan stond de verdediging wel van huis. En dat grote complimenten aan de staf en aan de spelers dat die bereidheid om te verdedigen zo groot is gebleven het hele seizoen. En ja, het is een diesel. Het was een diesel. Het was een diesel die alleen maar beter ging draaien op het einde. En nou ja, met een promotie als beloning. Nu ga je vooruit kijken en ligt er een grote uitdaging voor de technische staf om te zorgen dat we dus nu ook gewoon jaren
op dit niveau gaan blijven spelen. Want nu moet je gewoon doorpakken. En ik heb vertrouwen in dat we dat ook gaan doen. Dus nogmaals, geniet ervan. En hopelijk volgend jaar weer in een kolkende Adelaarshorst. Daar is iedereen wel aan toe. Het beste. Go Ahead Eagles, van harte gefeliciteerd met de promotie naar de Eredivisie. Zowel de fans, spelers, staf, iedereen die rood-geel warm hart toedraagt. Proficiat. Zoals velen van jullie hebben kunnen zien, ben ik aardig uit mijn dak gegaan. Bij het laatste fluitsignaal van de Graafschap Helmond. Ja, het is geweldig om jullie weer te zien promoveren. En ja, heel veel succes volgend seizoen in de Eredivisie. Ik zal voor jullie juichen en hopen dat we elkaar heel snel terug zullen zien. Boys, Leon de Kogelje. Ten eerste van harte gefeliciteerd met de promotie naar de Eredivisie natuurlijk. Echt knap gedaan dit seizoen. Het begon een beetje stroef wat ik heb gezien. En daarna hebben jullie echt als team, als leeuwen gestreden zeg maar, voor elke meter. Soms met 1-0 winnen is genoeg, dat zie je maar dit jaar weer. En wat ik heb gezien zag er gewoon heel goed uit met z'n allen strijden. En dat is mooi om te zien als buitenstaander en ik geniet daar ook van. Geniet van het feestje in ieder geval. Ik heb zelf ook mogen meemaken natuurlijk de promotie. Ik denk dat iedereen daar naar snakt in Deventer. Dat iedereen dat toch op het hoge podium wil spelen. Jullie als spelers natuurlijk ook. De mensen vinden het heel leuk om naar het stadion te komen. Toch tegen de beste clubs te spelen. En ik persoonlijk ga ook graag volgend jaar weer komen. Als het mag natuurlijk met corona. En dan lekker strijden tegen de beste clubs van Nederland. En dat is toch het mooiste wat je als voetballer wil. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Geniet van het feestje onderling. En ik zie jullie allemaal snel jongens. Ciao, drink er één op mij. Hallo allemaal, Randy Wolters hier zo. Ik wil de hele selectie van Go Ahead, de staf, de supporters, iedereen die maar wat met Go Ahead te maken heeft, wil ik feliciteren met het behalen van de promotie naar de Eredivisie. Ik heb gisteren echt als een zenuwenleier op de bank zitten kijken. Laat staan hoe jullie hebben gevoeld toen jullie moesten wachten in het stadion of het daadwerkelijk ging gebeuren. Maar ik ben super trots op jullie en jullie hebben echt laten zien hoe een echte groep dit is. Dat was gisteren maar weer te zien na het doelpunt en de uitreiking van het schild. Er is heel veel gebeurd dit seizoen en zo zie je maar hoe echt deze groep is en dik verdiend. Jullie zijn een verrijking voor de Eredivisie. Deze club hoort gewoon thuis in de Eredivisie en jullie zijn weer waar jullie horen. Dus nogmaals van harte gefeliciteerd en ik zie jullie later. Go Ahead supporters, van harte gefeliciteerd met onze promotie. 2020-2021 is een seizoen geworden die we niet snel gaan vergeten. Meerdere records zijn gebroken en volgend jaar spelen we Eredivisie met rood en geel. Ik heb nu al zin in het nieuwe seizoen. Ik wil namens mezelf, Jumper de Diersuper en de hele Vierautogroep iedereen een fijne vakantie toewensen en blijf gezond. Café 1902 en Club Kippenhok, bedankt voor alle mooie uitzendingen. En we zien elkaar in het nieuwe seizoen. Hup, Go Ahead!